Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom in de Deventer Schouwburg. Vanavond zijn we op het lijsttrekkersdebat, het slotdebat in Deventer. Op uitnodiging van de gemeente Deventer, het slotdebat. Hartelijk welkom, commissaris van de Koningin. Of de Koning, ik zeg het elke keer verkeerd. Mevrouw Bijleveld, hartelijk welkom. Gastheer Andries Heidema, burgemeester van Deventer. Hartelijk welkom, de lijsttrekkers die allemaal staan te trappelen in de coulissen om zo direct hun debuut en hun plaats hier op dit toneel in te nemen. Hartelijk welkom, collegeleden en statenleden, partijen en hun leden, allemaal hartelijk welkom. En als u nog niet op uw eigen plek zit en u zit achterin, kom gerust nog voorin zitten op de voor u gereserveerde plaatsen. Hartelijk welkom, ambtenaren, buitenlui en vooral ook alle kijkers en luisteraars. Want dit debat wordt momenteel live uitgezonden op het internet. En vele Overijsselse burgers en stemmers zullen met ons meekijken vanavond. Welkom in Deventer. Welkom in de Stedendriehoek. Een prachtige, vitale regio en een prachtige stad in het hart van Oost-Nederland. Een regio waar ondernemers, onderwijs en overheid intensief met elkaar samenwerken. Een regio waar bijna 500.000 mensen, 500.000 mensen wonen, werken en zich ontspannen. Vele mensen die zich nog aan het afvragen zijn wat ze woensdag gaan stemmen en of ze woensdag gaan stemmen. Aan u vanavond, de lijsttrekkers en uw partijen, het podium hier in Deventer om deze kiezers helder te maken of en hoe ze gaan stemmen. Voor u is het belangrijk en bekend dat de provincie relevant is en dat gaan we vanavond met elkaar vieren. Ik wens u allen in de zaal en vooral de dames en heren op het toneel een inspirerende avond toe. En we zijn blij dat het slotdebat plaatsvindt op dit prachtige podium, de Deventer Schouwburg. Ik stel me nog even kort aan u voor. Mijn naam is Alex Kuhne. Ik ben directeur van dit prachtige huis en vanavond uw gastheer. Wat gaan we meemaken? We pitchen zo direct de 12 lijsttrekkers. Zij zullen ze zich kort aan u voorstellen. We hebben 2 rondes debatten van 4 uitgebreide debatten op basis van stellingen. U kunt de stellingen meelezen. De partijen zijn van tevoren verdeeld. En straks zal Paul Snijder de regels van het debat verder aan u uitleggen. We hebben een prachtige boekenman, want we zitten in de Deventer Boekenstad, die samen met de lijsttrekkers naar hun diepe persoonlijke beroerselen op zoek gaat. We hebben een uitsmijter en we hebben een jury. Een jury van 7 Saxion-studenten die vanavond meekijken en onder voorzitterschap van Ivo Meijer de lijsttrekker van de avond zullen kiezen. We wensen hun veel succes bij hun keuze. Dit is de introductie. Hier gaan we beginnen. Mag ik u hartelijk applaus voor de 12 lijsttrekkers voor de Provinciale Staten van Overijssel. Dat mag natuurlijk de hele avond. Als u iets vindt, applaudisseer, roep, stimuleer uw lijsttrekker. Maar laten we het vooral ook op een nette manier met elkaar doen vanavond. We beginnen met de pitch. Iedere lijsttrekker heeft een korte presentatie voorbereid van 25 seconden. Ik vraag uw aandacht voor 25 seconden keer 12. Mag ik u presenteren? Edgar Mulder. Fractievoorzitter van de PVV, en hij moet precies achter zijn tafeltje staan, anders val je uit het licht. Dames en heren, licht uit, spot aan. Goedenavond. De overheid kan geen banen maken. Dat doen de ondernemers. Wat je als overheid wel kan doen, wat je als provincie kan doen, is faciliteren dat ondernemers zich graag in de provincie vestigen. En dat doe je op 2 manieren. Door het verlagen van de belasting en door het verbeteren van de infrastructuur. En de PVV Overijssel wil de N35 binnen 4 jaar 2x2 baans en de motorrijtuigenbelastingen aanzienlijk verlagen. Dank u wel. Mag ik u presenteren? Fred Kerkhoff, lijsttrekker van 50+. Eerst de tune, dan het licht uit en dan uw tekst. Goedenavond, dames en heren. 50 plus heeft een aantal speerpunten. Ik noem er 3.
1. Behoud van koopkracht en goede betaalbare zorg. 2. Veilig wonen, werken en recreëren. En 3. Een goed leefbaar platteland, goede leefbare dorps- en stadskernen. En die laatste 3, die staan ook allemaal in het Deventer driehoekverhaal. Applaus. Dames en heren, mag ik u presenteren, lijsttrekker van de ChristenUnie, Jan Westert. Licht uit en spot aan. De ChristenUnie. De ChristenUnie wil geloof een stem geven. En dat past bij deze stad, Deventer. Een oude Hanzestad waar ooit Geert Grote spiritualiteit in de praktijk bracht door gemeenschapsdenken terug te geven aan de samenleving, te staan voor een samenleving en naast mensen te staan. En dat is precies waar de ChristenUnie voor staat. Mag ik u presenteren? Thijs de Bree, lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Licht uit en spot aan. Goedenavond, ik ben blij om te mogen zijn in Deventer. De stad, de bruisende stad van de boeken, van Deventer op Stelten. Maar ook de stad van ondernemingen zoals Auping, Axo, Kluwer. En ook de stad waar 3.500 mensen nog steeds geen baan hebben. En de Partij van de Arbeid gaat daar volop inzetten. En ik hoop u vanavond te kunnen vertellen hoe wij dat gaan doen. En stem daarom 18 maart op de Partij van de Arbeid. Dank u wel. Mag ik u voorstellen, Margreet Overmeen, lijsttrekker van D66. Licht uit, spot aan. D66 heeft als een van haar motto's Denk en Handel Internationaal. Het had ook het motto kunnen zijn van de oude Hanze. D66 vindt dat Overijssel de weg van de nieuwe Hanze zou moeten volgen. Met hopelijk de Stedendriehoek en Deventer als de motor daarachter. Applaus. Mag ik u presenteren? Eddy van Heijem, lijsttrekker van CDA. Licht uit, spot aan. Goedenavond, dames en heren. Beste mensen, de Deventerkoek moet groter worden. Er zijn hier de afgelopen jaren veel bedrijven vertrokken, banen verdwenen, maar het CDA is optimistisch dat we dat tij kunnen keren. Als we nu inzetten op duurzaam ondernemerschap en het samenwerken tussen overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen, dan kunnen we samen dat tij keren. En daar wil ik me de komende jaren voor inzetten. Mag ik u presenteren? Monique van Haaf, lijsttrekker van de VVD. Licht uit, spot aan. Goedenavond allemaal. 4 jaar geleden stond ik hier als echte Deventerse, kandidaat. En toen was mijn speerpunt de verbreding van de A1. En die heeft de VVD binnengehaald de afgelopen 4 jaar. Het nieuwe speerpunt is banen, werkgelegenheid, baan voor iedereen. En daar zetten wij de komende 4 jaar heel erg op in. Mag ik u presenteren de partij Lokaal Overijssel met zijn lijsttrekker Rob de Koe. Licht uit, spot aan. Goedenavond, welkom in het hart van de Stedendriehoek Deventer, waarbij samenwerken en verbinden centraal staan. Samenwerken en verbinden wat voor lokaal Overijssel ook van belang is. Wij werken samen met 47 lokale partijen en willen de burger weer in contact brengen met provinciaal beleid. Dankjewel. Lijsttrekker van Partij van de Dieren, Lia van Dijk. Licht uit, spot aan.
ook in Deventer komen wij op voor kwetsbare waarden. Dus geen megastallen, maar goed inkomen voor de boer en een leefbaar platteland. Behoud van natuur en geen hobbyjacht op wilde dieren. En een schoon milieu. Dus geen schaliegas, mestvergisters en landbouwgif. Wij houden vast aan onze idealen. Mag ik u voorstellen namens de Socialistische Partij, William van den Heuvel. Graag licht uit en spot aan. Ja, de SP wil Overijssel en Deventer socialer maken. Daarvoor willen we de komende jaren fors investeren in sociale woningbouw en betere isolatie van sociale woningen. Zo bereiken we dat er voor jongeren en mensen met weinig geld ook genoeg goede woningen beschikbaar zijn. En wordt er eindelijk een begin gemaakt met het wegwerken van de enorme wachtlijsten voor sociale woningen. Dankjewel. Als ene laatste, de lijsttrekker van de SGP, Dirk van Dijk. Licht uit en spot aan. Ik ben hier vanavond in Deventer om de samenwerking tussen de SGP en Deventer te onderstrepen. Zeg samen, dan zeg je Deventer. Zeg SGP, dan zeg je samen. Samen werken en samenwerken. Samen leven en samenleven. De SGP en Deventer. Goed voor elkaar. Deventer en de SGP. Dat is echt goed voor elkaar. Dank u wel. En last but not least, de lijsttrekker van GroenLinks, Jeannette Duursma. Licht uit, spot aan. Goedenavond. Ik ga u vanavond niet vertellen waar u op moet stemmen. Daarvoor is de democratie te kostbaar. Ik wil graag dat u goed nadenkt. Maar als ik goed nadenk, dan moeten we solidair zijn met zwakkeren. Zwakkeren hier en elders. En ook zorgen voor toekomstige generaties. En dan stem ik GroenLinks. GroenLinks is natuurlijk betrokken. Dames en heren lijsttrekkers, hartelijk dank voor uw pitch. Ik wens u veel succes en ik vraag u een hartelijk applaus voor Paul Snijder, onze debatleider vanavond. Veel succes. Ja, ook namens mij een goede avond in deze prachtige schouwburg in Deventer. Ik ga er een debat van maken. Wat u nu hoorde van deze 12, daar is denk ik bijna niemand het mee oneens. We gaan het proberen duidelijk te maken waarom de ene partij zo denkt, de andere partij het zo denkt. En dat die wel degelijk een keuze heeft bij deze Provinciale Statenverkiezingen. We gaan dus een debat voeren en ik zal dat voor een deel met strenge, doch rechtvaardige hand leiden. Maar ik wil het debat ook niet doodslaan. Het moet wel zo zijn dat ze de kans krijgen om duidelijk te maken waarom ze staan voor wat ze staan. Het debat mag best spetteren, maar het moet wel kort en krachtig zijn. Ik vraag de deelnemers van het debat kort en krachtig te antwoorden. Geen lange verhalen gaan zitten vertellen, maar probeer zo kort mogelijk, zo helder mogelijk te formuleren. En val elkaar niet te veel in de reden. Mag wel, maar laten we er geen kakofonie van maken dat we elkaar niet meer kunnen verstaan. Een levendig debat wat duidelijk maakt dat er wel degelijk keuzes te maken zijn. En er is een speciaal element in dit debat en misschien kan een van de deelnemers het laten zien. Er is ook een wildcard. We gaan debatteren, zoals net gezegd, aan de hand van 8 stellingen. Dat doen we met 2 sprekers, 3 sprekers, 4 sprekers. Die staan dan hier op de voorgrond, op het podium. Maar in het debat mogen de kandidaten van de andere partijen inbreken. 1 vraag stellen, 1 stelling poneren. Maar dat mogen ze maar 1 keer doen. Als u die kaart verspeeld heeft, dan is uw beurt ook voorbij. Dus 1 keer krijgt u de kans om de wildcard in te zetten. Oké, dat zijn de spelregels. We gaan beginnen met de eerste stelling. En ik zou ervoor naar voren willen uitnodigen de lijsttrekkers van D66, Margreet Overmeen, van GroenLinks, Jeannette Duursma en SGP, Dirk van Dijk. En wat is er beter dan een debat in een schouwburg te beginnen over cultuur? En dit is stelling 1 van deze avond. Alleen festivals en kunst die veel toeristen trekken naar Overijssel krijgen subsidie. Een prikkelende.
aan u, mevrouw Overmeen, om als eerste daar in 30 seconden proberen uiteen te zetten wat u van de stelling vindt. Wij zijn het niet eens met deze stelling. Cultureel ondernemerschap is een groot goed, is zelfs een must, maar we mogen nooit, nooit de intrinsieke waarde van kunst en cultuur onderwaarderen of afschrijven. Mevrouw Duursma. Ja, wij zijn het ook oneens met deze stelling en dat zit hem vooral in het woordje alleen. Ik vermoed overigens dat alle partijen dat zullen vinden. Wij zeggen ook cultuur heeft intrinsieke waarde. Je moet niet alles in economie willen uitdrukken. Je moet niet alles willen optellen en aftrekken. Cultuur zorgt voor ontplooiing. Cultuur zorgt voor verbinding. Van alle partijen willen wij het meest inzetten op cultuur. Meneer Van Dijk. Het aantal toeristen is voor ons niet het criterium. Wij oriënteren ons aan de bron. Het gedachtegoed van Geert, voor alle duidelijkheid, Geert Grote. Heel goed. Zijn adagium, het is ook het onze, was terug naar de bron. Die bron was voor hem de Bijbel. Dan heb je een goed eikpunt. Wij kijken dus inhoudelijk, is het verantwoord om het te doen? En vervolgens, is het financieel haalbaar? Moeten we het überhaupt wel doen? Dus, zoals die hier staat, oneens met de stelling. Oneens met de stelling. Ik begin eerst even bij mevrouw Overmeen. U zegt cultuur is belangrijk, dat hoeft niet per se een economisch doel te dienen. Hoe vindt u dat de provincie de afgelopen jaren heeft gedaan? Nou, we hebben wel degelijk proberen te kijken naar de intrinsieke waarde van bepaalde kunst en cultuur. Maar het heeft snel de overhand gekregen om alleen te kijken naar de economische waarde. En nogmaals, ik ontken niet dat het van belang is dat we af en toe festivals en evenementen hebben die geld in het laadje brengen. Dat is prima. Maar is er te weinig geld naar kunst gegaan? Ja, er is te weinig geld naar kunst gegaan. Ja. En het had ten koste moeten gaan van wat? Nou, dat had ten koste kunnen gaan van bijvoorbeeld wat asfalt. Het asfalt. Oké. Okay. Ook GroenLinks heeft in het programma staan van ook verdubbeling van het culturele budget. Ja. Waar gaat u dat geld halen? Wij gaan dat geld ook uit het asfalt halen, maar waar wij wel in verschillen met D66 is dat wij zeggen, cultuur is ook bedoeld voor een breed publiek. D66 heeft in het verkiezingsprogramma staan dat musea en toneelgezelschappen meer geld moeten krijgen, terwijl wij zeggen, god, doe dat in de volle breedte. Ook de muziekscholen zijn van belang en de festivals, juist zoals je die hier in Deventer hebt, die zijn ook van belang. Ja, die dienen allemaal geen economisch doel, muziekscholen en dat soort zaken. Bent u daar ook tegen? Nee, ik heb die vraag aan u. U stelde van, we zijn tegen deze stelling, want dat is een dubbele ontkenning. Nu ga ik even mis. als ik naar u kijk, in uw programma staat bijvoorbeeld, wij moeten waken voor de goede zeden. U zit in het bestuur van deze provincie. Vindt u dat er zaken zijn gebeurd waarvan u zegt, daar is de grens overschreden? Op zich zou ik daar op dit moment niet een concreet voorbeeld van kunnen noemen. Maar er zijn, als het gaat over de bron, wel meer criteria. Bijvoorbeeld het Dickensfestijn hier in Deventer, dat trekt enorm veel publiek. En daar zitten op zich aspecten aan, dat je zegt akkoord. Maar voor ons is het heel moeilijk om er mee in te stemmen voor het feit dat het meerdaags is en daar ook de zondag mee gemoeid is. En wij hechten daar erg aan dat dat soort evenementen in ieder geval niet op zondag plaatsvindt. Ja. Als u in het college zou komen, zou u dan op zondag het Dickensfestival laten doorgaan? Ja, zeker. De zondag is voor ons geen criterium om iets wel of niet door te laten gaan. Wij vinden het van groot belang dat kunstenaars en creatieve mensen en mensen die in deze sector werkzaam zijn, dat die de ruimte krijgen om hun ideeën te ontwikkelen. In trotse tijden, laat ik het maar even zo zeggen, is er altijd ruimte geweest voor vrijzinnigen, voor geleerden en voor kunstenaars om ons kritisch te bevragen, om ons een andere kijk op de wereld te laten geven. En dat hoort soms ook. De zondagsrust hoort daar. Maar infrastructuur is ook belangrijk om de economie draaiende te houden hier. We komen er straks te spreken over openbaar vervoer en over asfalt. In die afweging zegt u toch van, dan vind ik die culturele insteek belangrijker dan zeg maar investeren in infrastructuur om de economie een push te geven. Het is wel goed om even scherp te houden wat dan de verschillende budgetten ongeveer zijn. Het gehele cultuurbudget in deze provincie, daar kun je een halve rotonde mee aanleggen. Om even het verschil te duiden. Dus we hebben het over een totaal verschil. Nou ja, begrijp ik dat de D66 met ons eens is dat we de cultuurbegroting moeten verdubbelen? Nou, of het verdubbeld moet worden of niet. Het gaat erom dat wij een rijk cultureel klimaat scheppen in onze provincie. En daar moet meer geld naartoe.
Of dat verdubbelen moet of niet, of dat we daar andere, we kunnen het ook in de regierol doen, we kunnen veel meer samen doen. Iets versterken hoeft niet altijd te betekenen dat er meer geld naartoe gaat. Dat kan ook op andere manieren. Oké, maar als het gaat om... Ja. Als het gaat om, om talent een kans te geven, ja, dan zou je juist in moeten zetten op dingen die breed toegankelijk zijn. Zoiets als een festival, zoiets als een muziekschool. En dat zie ik in jullie programma niet staan. Terwijl daar ligt de kans voor talent, daar ligt de kans voor ontplooiing, nee, en daar ligt de kans voor vernieuwing. En dat is juist waar we nu zo'n behoefte aan hebben. De hele kantelingsbeweging ontstaat uit creatief denken. En die creativiteit hebben we nu hartstikke nodig. Meneer Van Dijk, heeft u te weinig... Dat ben ik helemaal met u eens. Heeft u te weinig uitgegeven aan cultuur de afgelopen jaren? Heeft u te weinig uitgegeven aan cultuur in de afgelopen jaren, als u dit hoort? Nee, wat mij betreft niet. Hij had niet meer bijgehoeven, wat u betreft. Maar ik wil U verwacht toch van mij niet dat ik hier hopelijk het coalitiebeleid afval van de afgelopen 4 jaar. Dat is een heel goed beleid geweest. Mag ik nog iets, een reactie op mevrouw Duursma? Want dat breed toegankelijk, dat sprak mij aan. En dan denk ik... Wij zijn een kleine partij, dus in alle bescheidenheid. Maar we hebben wel hadden de laatste keer 16.000 stemmen. We hopen nu dat het er meer zullen zijn. Kijk, de brede toegankelijkheid, een evenement als de Deventer Boekenmarkt. Dat is geweldig. Maar dat vindt ook altijd op zondag plaats. En dan vind ik het jammer dat ik en onze achterban om die reden het evenement niet bezoeken. Terwijl wanneer men dat op zaterdag... Wat is er mis om het op zaterdag te doen? Dan ben je breed toegankelijk. Ik zou hier best een lans willen breken. Ik zou hier wel een lans willen breken voor de SGP. Voor ons gaat het niet om de zondag, maar wij zijn geen homo economicus. Hè? Een mens is meer dan alleen maar werken. Ja. En dat je aandacht hebt voor cultuur en voor ontplooiing, dat is van belang. En ontspanning brengt dat ook met zich mee. Wij zijn geen homo economicus. En daar zijn wij het in ieder geval wel over eens. Ik wou mevrouw Overmeen niet vragen. Ja. Als ik even uw aandacht heb. Het college steunt nu onder meer op CDA, VVD en op u. De kans is groot dat dat geen meerderheid meer haalt, gezien de positie van de VVD op dit moment. Het kan zijn dat ze een beroep op u doen. Zou u kunnen voorstellen dat u in een college gaat zitten waar ook de heer Van Dijk in zit? Waarom zou dat niet kunnen, denkt u? Dat vraag ik u. Op zondag geen boekenmarkt in Deventer. Nou, volgens mij gaat Deventer daar zelf over en niet de provincie. En tot nu toe heeft Deventer daar zelf over besloten en niet wij. Maar van uw kant geen blokkades naar SGP, ChristenUnie toe. Als we het hebben over provinciaal beleid, dan komt over het algemeen de zondagsrust niet zo om de hoek kijken. Dus wij hebben daar geen enkel probleem mee. Wilt u reageren? Ja, het feit dat de Deventer Boekenmarkt ook het afgelopen jaar en de afgelopen 4 jaar doorgang gevonden hebben, is het bewijs dat u de macht van de SGP ook niet moet overschatten of dat u daar angstig voor moet worden. Ja, heel goed. Maar ik hoop niet dat dit het enige culturele punt is dat u wilt maken in dit debat. Wij bepleiten op de geëigende plaats en langs de geëigende, dat wil zeggen democratische wegen, om het onze kant op te buigen. Maar als de uitkomst anders is, hoewel wij er niet mee instemmen en het soms betreuren, leggen wij ons daar uiteraard wel bij neer. Ja, mevrouw Duursma, voor u dezelfde vraag. Stel dat er een beroep op u wordt gedaan om die meerderheid te maken. Bent u bereid om in een coalitie te stappen waar ook SGP en ChristenUnie in zit? Ik denk dat we altijd een gesprek moeten aangaan. Wij zitten in de politiek niet om heel hard te roepen waarvan we zelf al weten dat we dat vinden. We zijn actief in de politiek om wat voor elkaar te krijgen. En we weten allemaal, als je deel uitmaakt van de gedeputeerde staten, krijg je meer voor elkaar. Dus laten we vooral het gesprek aangaan. En dan heel kort, omdat u ook misschien elkaar niet tegenkomt in het debat. PVV, die is ook natuurlijk een grote kanshebber voor een goede uitslag hier. Gaat u met de PVV in een coalitie zitten? Nee. Wij sluiten op voorhand geen enkele partij uit en wij hopen dat ook geen enkele partij ons op voorhand uitsluit. Ga het gesprek aan op basis van inhoud. Mevrouw Duursma? Ik heb al eerder gezegd, de PVV heeft ons op een gegeven moment uitgesloten. Die heeft aangegeven dat zij niet met GroenLinks willen samenwerken. Oké, dank u wel. Tot zover het debat over cultuur. Dank u wel. We gaan naar stelling 2 en het kwam net al een beetje zijdelings te sprake was in het woord asfalt, maar dat heeft toch te maken met vervoer. Dus we gaan het hebben over openbaar vervoer. En ik zou naar voren willen vragen CDA-lijsttrekker Eddy van Heijem, VVD-lijsttrekster Monique van Haaf en 50PLUS-lijsttrekker Fred Kerkhoff. En ik begin deze keer met het CDA als eerste om de stelling. Die luidt, de provincie moet meer geld uitgeven om kleine dorpen en kernen bereikbaar te houden met openbaar vervoer. CDA is het eens met die stelling.
Wij vinden dat de bereikbaarheid van kleine kernen en dorpen niet de sluitpost van de OV-begroting moet zijn. De leefbaarheid van kleine kernen staat al zwaar onder druk. Kijk naar de kleine scholen, kijk naar de politieposten waarvan we er in Overijssel maar 9 overhouden in totaal. Kijk naar het verdwijnen van pinautomaten. En juist ook die bereikbaarheid kan ervoor zorgen dat die leefbaarheid van kleine kernen toch gewaarborgd blijft. Ja. Mevrouw Van Haaf. Wij zijn het niet eens met de stelling. Er staat in meer geld. Wij geven al vrij veel geld uit aan openbaar vervoer. We hebben net besloten in de Staten om voor een ombouw te gaan. Dat betekent dat kleine kernen bereikbaar moeten blijven. Maar dat we binnen het huidige budget moeten gaan kijken wat is er mogelijk aan alternatieve soorten van openbaar vervoer in plaats van bussen lucht te laten vervoeren. Meneer Kerkhoff. Een van mijn speerpunten, zoals ik net genoemd heb, was de leefbaarheid. En leefbaarheid houdt in, als je wil dat mensen lang blijven wonen op dezelfde plek, dat je ook zorgt dat ze de goede voorzieningen hebben. Er hoort openbaar vervoer bij. Roepen wij nu, er moet meer geld naar openbaar vervoer? Nee, er moet een goede afweging gemaakt worden tussen openbaar vervoer en asfalt. Dat is heel belangrijk. En dat kan je bereiken door onder andere slim te investeren. Slim na te denken over wat je wil en hoe je dat wil. Al vorige week een goede bijeenkomst gehad met chauffeurs van het openbaar vervoer. Die hebben hele goede ideeën om slim om te gaan, zodat het toch minder geld kost en dat er toch meer bussen kunnen blijven rijden. Meer geld is helemaal niet nodig, meneer Van Heijem. Het kan gewoon handiger. Nou ja, kijk, zeker er zijn slimme oplossingen denkbaar voor de bereikbaarheid van kleine kernen. Ik woon zelf in Laag-Zutem, zo'n kleine kern, waar we al jarenlang afhankelijk zijn van de buurtbus met vrijwilligers. Het is een kwetsbare vorm van OV, maar het werkt. We waren onlangs op werkbezoek in Hoonhorst, waar men de dorpsauto heeft geïntroduceerd. Ook als vervanging van het openbaar vervoer. Maar waar het mij in deze stelling om gaat, is dat je binnen het budget wat je hebt voor openbaar vervoer ook echt wel een gewicht moet geven aan die bereikbaarheid van kleine kernen. En niet alles naar de rendabele lijnen moet sturen. En daar moet je het ook voor durven opkomen. Ja. Kunt u mij schilderen, mevrouw Van Haaf, wat die slimme oplossingen zouden kunnen zijn die dan geen geld kosten? Want dat is wat u stelt. Nee, dat is niet wat ik stel. Ik stel dat we binnen het huidige budget moeten gaan kijken naar een herverdeling. En dan kun je gaan denken aan belbus of regiotaxi. Van groot belang is dat gewoon vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. En niet een hoop aanbod creëren als er geen vraag is. Ja. Heeft u dat ook de afgelopen jaren in het college ingebracht, deze stelling? Ja, en dat is zelfs statenbreed is dit ondersteund. Dat we gaan voor een ombouw van het openbaar vervoer. Waarin vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Ja. U bent voor gratis openbaar vervoer voor 70 plus? 67 plus zelfs. Maar niet 50 plus? Nou, dat vind ik ook goed, maar ik denk dat dat onhoudbaar is. Trouwens, als je dat zou doen, zou je wel weer meer mensen in de bus krijgen. Dan kan je iedereen gratis openbaar vervoer geven. Maar of dat te halen is, weet ik niet. Ik denk dat wij ook wel zijn voor openbaar vervoer op maat. Sterker nog, dat weet ik wel zeker. Alleen decreet, dan zetten we een paar vrijwilligers op de bus. Dat is absoluut een vreemde voor ons. En waarom? Iedereen heeft het over werkgelegenheid. In ons partijprogramma staat daar niet zo heel veel over. Maar als je dan over werkgelegenheid praat en je zet daarna vrijwilligers op busjes, vinden wij niet slim. Gewoon slim openbaar vervoer op maat. En er zijn hele goede voorbeelden van te noemen hoe je geld kan bezuinigen. Ja. U krijgt een beetje het verwijt dat u lege bussen wil laten rijden. Is dat zo? Nee, want op zichzelf genomen is het wel waar dat je binnen het budget naar slimme oplossingen moet zoeken. En natuurlijk ook onrendabele diensten ter discussie moet durven stellen. Maar ik wil er wel even bij aantekenen. Maar wat gaat u met dat meer geld doen? Dat is even de vraag. Wat gaat u met dat meer geld voor het openbaar vervoer doen? Nou ja, kijk, waar ik mij al een tijdje aan stoor is dat wij als provincie ook gedwongen worden om te bezuinigen op het openbaar vervoer. Omdat het geld wat we van het Rijk krijgen al jarenlang, nu al enkele jaren lang niet geïndexeerd wordt. De kosten stijgen wel. Doordat de lonen stijgen, doordat de brandstofprijzen stijgen, doordat gebruiksheffing op het spoor stijgt. Maar het Rijk heeft nu besloten om die indexatie van het geld wat de provincie krijgen achterwege te laten. En daardoor krijgen wij steeds minder geld voor steeds meer kosten die we moeten maken. En worden we zelf gedwongen om te bezuinigen. Dus mijn oproep, ook in de richting van de VVD, ook in de richting van het kabinet zou zijn, maak daar nou eens een einde aan. Zorg dat die indexatie wordt hersteld en dat wij die dienstverlening hier gewoon op een goed peil kunnen houden. Dat is het verwijt aan u eigenlijk, hè? Als coalitiepartner in deze regering. Het openbaar vervoer wordt beknot door deze regering. Nou, ik vat het niet op als een verwijt. Wat we juist gedaan hebben is gekeken van hoe hebben we het openbaar vervoer ingericht en hoe kunnen we dat beter in gaan richten. Dat dit door statenbreed gedeeld is, betekent dat het in alle partijen ingezien wordt dat de huidige manier van inrichting van openbaar vervoer gewoon niet meer voldoet. En dat we gaan zoeken nu naar een betere oplossing aangepast aan wat er gevraagd wordt. Dus vraag en aanbod. Volgens mij zitten we daarmee op de goede weg. Alleen maar meer geld
om nog meer bussen te laten rijden waar geen mens in zit, is gewoon niet de oplossing. Ja, wat zegt u daarop? Nou, geen mens in zitten is natuurlijk overdreven. Dat hangt ook wanneer je de tellijsten gaat handhaven. Ik ben het er wel mee eens dat je op een slimmere manier ermee om moet gaan. En dat impliceert dat je in de spitstijden misschien wel meer bussen moet laten rijden, maar buiten de spits wat minder. Maar kijk ook eens naar andere dingen. Een van de goede ideeën die buschauffeurs had van de week, en dat was een heel goed voorbeeld, vond ik zelf. Hij zegt, jullie hebben in Overijssel, zijn jullie overgegaan op blauwe bussen met stickers erop. En die stickers kosten 2000 euro per bus. Neem eens 100 bussen, dan heb je al 2 ton bezuinigd. Een heel makkelijk idee waar niemand op komt bij ons in de Staten, omdat je niet met de mensen zelf praat, maar alleen maar met de vervoerder. Nee, je moet ook met de mensen praten, die hebben verschrikkelijk goede ideeën. Ja. En wij zijn er voor de mensen en niet andersom. Ja. U zit al 4 jaar in het college met de VVD. Een wildcard, gaan we die eerst even doen. Wie is de wildcard? William van der Heuvel, SP. Ja, de SP heeft juist de afgelopen jaren volop actie gevoerd voor behoud van buslijnen. Het verbaast me ook dat het CDA nu pleit voor goede bereikbaarheid van de kleine kernen, want er zijn juist ook in de omgeving van Deventer al veel buslijnen geschrapt. En ook de komende jaren worden weer buslijnen geschrapt als het aan de huidige college ligt. En daardoor kunnen veel studenten niet meer makkelijk bij hun scholen komen, de studenten die in kleinere kernen en dorpen wonen. En we horen ook vaak van ouderen die daar wonen, dat zich steeds geïsoleerder voelen. En naar onze opvatting is zeg maar een buurbusje of zo, of een vrijwilliger in een dorp die dan een keer rijdt, geen alternatief voor waardig openbaar vervoer. En het is ook zo, als je in dat soort lijnen gaat schrappen, dan leidt het ook toe dat andere lijnen minder aanvoer krijgen, dus dat steeds meer lijnen achteruit gaan. En op een gegeven moment breek je dan steeds meer het busvervoer platteland af en hou je alleen maar straks wat vrijwilligers over. Ja, duidelijk, is een verwijt aan het CDA en al indirect ook aan de VVD, denk ik. U heeft wel degelijk geschrapt in al die belangrijke lijnen die er zijn met kleine kernen. Wat heeft hij erop te zeggen? Ja, nee, maar ik ontken ook niet dat wij hebben bezuinigd op het openbaar vervoer, maar ik heb net ook uitgelegd wat de aanleiding daarvoor is, namelijk dat wij met steeds minder geld de dienstverlening op peil moeten houden. En waar ik voor blijf pleiten is dat we binnen dat budget dat we hebben ook die bereikbaarheid van die kleine kernen prioriteit blijven geven. Het begint overigens wel met een sterk spoornet. We hebben heel veel regionale spoorlijnen als een soort ruggengraat van het systeem. Buslijnen inderdaad ook aanbodgericht op de wat dikkere lijnen. Maar alsjeblieft ook dat maatwerk voor die kleine kernen. Want als de kleine kernen leeglopen, dan is de leefbaarheid van het platteland ook verloren. Het verwijt raakt u ook. U heeft wel degelijk de kleine kernen op afstand gezet van de rest van de samenleving door te schrappen. Nee hoor. Zoals ik in het begin al zei, zeker die kleine kernen moeten een openbaar vervoer hebben. U vindt dat het goed geregeld is nu? Nee, het vindt nu niet goed geregeld. Zoals ik al zei, er rijden heel veel bussen leeg. We moeten juist gaan kijken wat is dan passend voor die kleine kernen. Als daar alleen 's avonds behoefte is aan vervoer, moet je daar iets voor inrichten. Als dat kan met een buslijn 1 keer per uur, is dat beter dan om het half uur een toch vrij lege bus laten rijden. Je moet gewoon kijken wat passend is bij de vraag die daar wordt gesteld in die kleine kernen. Okay. En volgens mij is dat ook wat we allemaal willen. We willen geen geld zomaar over de balk smijten. We moeten daar verstandig mee omgaan, ook in de provincie. Maar het moet ook werken. Dat is natuurlijk ook een andere kant. Meneer Van Heijm, u bent de grootste partij nu in de provincie. Verwacht u de grootste partij te blijven? Ja. En het voortouw te nemen bij een coalitievorming? Als dat zo is, dan is dat... Wil u door met de VVD? Nou, wij willen door met een goed beleid, wat economie en werkgelegenheid voorop stelt, bereikbaarheid voorop stelt, maar ook die leefbaarheid van kleine kernen in de gaten houdt. En de partijen die zich ook bij die ideeën kunnen aansluiten, zijn wat ons betreft goede gesprekspartners. Wil u door, mevrouw Van Haaf? Ja, zeker. Ook als u kleiner wordt? Ook als we kleiner worden, ja zeker. Ja, ja. Dan heeft u misschien nog een andere coalitiepartner nodig. Zou u in zijn voor een plaats in het provinciebestuur? Wij sluiten niemand uit, dus zelfs met de VVD, die tegen het, die er tegen is, die willen we er dan wel bij halen. Het mooiste zou natuurlijk zijn als we 24 zetels hadden, maar we hebben de absolute meerderheid. Dus daar gaan we eigenlijk echt voor. Oké, succes ermee. Bedankt. We gaan naar stelling 3. En die gaat over natuur en platteland. En dat moet ik inderdaad bekennen als randstedeling, dat jullie daar heel goed mee bedeeld zijn in deze provincie. En ik vraag om daarvoor te komen 2 lijsttrekkers van de PVV, Edgar Mulder, en van de Partij voor de Dieren, Lia van Dijk. Als jullie de 2 katheders in het midden kunnen nemen. Nee, die naast elkaar. Ja. De stelling luidt: de natuurgebieden in Overijssel moeten met elkaar verbonden worden, ook als dat ten koste gaat van landbouwgrond.
En dat EHS staat er tussen haakjes tussen en dat is ecologische hoofdstructuur. Dat is een beleid om die gebieden met elkaar te verbinden. Ik geef het eerst meneer Mulder het woord om te zeggen wat hij vindt van deze stelling. Ja, daar zijn we het natuurlijk niet mee eens. Laat ik eens beginnen om vast te stellen dat er geen echte natuur meer is. Het is allemaal een beetje aangeharkte bosgrond en zo. Echte natuur vind je niet meer in Nederland. Dus om daarvoor commerciële bedrijven, winstgevende bedrijven op te offeren, is wereldvreemd, zeker in de periode dat we moeten zorgen dat de banen in Overijssel erbij komen. We hebben ongeveer ruim 7000 boerenbedrijven, iets van 21.000 banen. En wat mij betreft doen we een hoop van die 24 stukjes, wat nu EES zou worden, doen we weg. En zorgen we dat de boeren mogen uitbreiden en dat er weer meer banen ontstaan en meer productie. Ja. Mevrouw van Dijk. Uw mening over de stelling. Ja, nou dat is een hele andere mening. Ik ben het eens met deze stelling omdat de natuur geen luxe is, maar het fundament van ons bestaan. De natuur voorziet ons van voedsel en zuurstof, simpelweg zonder natuur is er geen leven mogelijk. Dan houdt alles op. Dus het gaat erg slecht met de natuur in Nederland. Er is nog maar 15% over van de oorspronkelijke biodiversiteit. En zoals ik al zei, zonder biodiversiteit en zonder natuur, dan houdt het allemaal op. We hebben bijen nodig om onze gewassen te bestuiven. En ik ben het dus absoluut eens met de stelling. Er moet niet meer natuur worden opgeofferd voor asfalt, voor bouwterreinen, voor de intensivering van de vee-industrie, want dat is nou juist een sector die door de schadelijke uitstoot van stoffen de natuur vernietigt. Dus wat ons betreft, die versnipperde natuurgebiedjes moeten met elkaar verbonden worden en die ecologische hoofdstructuur moet gerealiseerd worden. Ook als dat ten koste gaat, zoals de heer Mulder zegt, van economische bedrijvigheid. Het kan niet anders. Zoals ik al zei, als we geen natuur overhouden, en het gaat erg slecht met de natuur in Nederland. We hebben namelijk ook de hoogste veedichtheid van de hele wereld en de hoogste ammoniakuitstoot van heel Europa. Dat komt door de intensieve veehouderij. Dus het is nu of nooit. Wij hebben er zorg voor te dragen voor ons allemaal dat die natuur zich herstelt, dat die natuur beschermd wordt. Dus ja, het moet dan ook ten koste van. Ja. U heeft geen hart voor de natuur. Heel prachtige provincie. Ja, vreselijk. De natuur is de basis van alles, maar dan ook niet meer dan de basis. In 1980 waren er op deze wereld 4,6 miljard mensen. We zitten er nu op 7 en we gaan straks naar rond tussen de 9 en de 10 miljard. De natuur, zoals u het erover heeft, kan al die mensen niet voeden. We hebben er juist voor gezorgd dat ongeveer met dezelfde inzet we nu 7 miljard mensen voeden, waar het de eerst 4,5 waren. Als je ziet welke ontwikkelingen er op de wereld zijn, dan zul je zien dat het grootste gedeelte van die mensen de komende tijd het gelukkig wat beter gaat krijgen, maar die willen dus ook anders eten. En daarvoor is het dus nodig dat wij als mens die natuur ordenen en ervoor zorgen dat er voor iedereen te eten is. En niet alleen in het welvarende, elitaire Nederland en Overijssel, maar overal op de wereld. Dus u kiest voor een fabriek boven een veeboer. Zegt u? Een fabriek boven een veeboer. Nee, geen fabriek. Je ziet gewoon dat de boeren door de innovativiteit het goede beleid wat ze voeren, dat ze op dezelfde landbouwgrond steeds meer productie kunnen maken. En daarvoor zorgen we dat een heleboel mensen gewoon een goed leven kunnen leiden. En dat is toch denk ik onze eerste opgave. Hoe wil je straks anders die 9,7 miljard mensen in 2050 voeden en verzorgen? Nou, meneer Mulder, dat gaat helaas niet op de manier die u voorstaat. Onze aarde heeft genoeg voedsel voor al die mensen, die kunnen wij genoeg voeden, ook in 2050, als we rond de 10 miljard mensen zitten, maar dan moet het wel op een andere manier. Nu is het zo dat 2/3 van het wereldwijde landbouwareaal wordt ingezet voor veevoer, voor de veestapel die wij hier onder andere in Nederland hebben. Willen wij al die mensen voeden? Ja, zo is het. Willen wij al die mensen voeden, dan zullen wij dus meer plantaardig voedsel moeten verbouwen, wat dus niet aan de veestapel wordt gegeven, maar aan mensen. En dat is ook heden ten dagen zo, de mensen die nu nog honger lijden. Het gaat om dat wij al die mensen voeding kunnen geven, maar niet op deze manier. En u bent bereid die boodschap ook aan Agrarisch Overijssel te geven? Want u zult toch moeten toegeven dat er boerderijen zullen verdwijnen. Dat megastallen niet meer mogelijk zijn. Dat er een stukje rendement natuurlijk uit die landbouw gaat. Ja, het gaat erom dat er niet verder geïnvesteerd wordt in de opschaling van de intensieve vee-industrie. Waar het om gaat, dat wij moeten naar een regionale economie met regionaal en biologisch
geproduceerd voedsel. En dat kan doordat wij zuinig moeten zijn, juist op de gezinsbedrijven, op de kleine boerenbedrijven. Ga dat maar eens in China en India vertellen waar ze echt om voedsel zitten te springen. Het is alleen voor de welvarende mensen en het is een duidelijk iets van de elitaire bovenlaag die alles voor zichzelf opeist en verder niet wil delen. En dat is zo jammer. Ik heb een wildcard hier. Oké, dankjewel. Jaffa. Ja, mijn vraag aan de beide debaters en eigenlijk ook aan de zaal is, dit verhaal klopt natuurlijk niet. Want het is niet het een of het ander. Vanmiddag was ik in Deventer aan de IJssel in de natuurderij. Dat is een boerderij die is opgezet midden in Natura 2000 gebied. En dat bedrijf draait goed, dat wil zelfs verder gaan groeien. Dus je hebt juist perspectief door lokaal te produceren, maar niet het milieu te belasten. En dan kan je die natuur realiseren notabene terwijl er een boerenbedrijf gevestigd wordt. Kijk, dat is de kant waar we naartoe moeten. Daar staat de Partij van de Arbeid voor. Maar ik ben wel heel benieuwd. Ik heb het nog niet gehoord, dus ik ben benieuwd hoe ze er tegenaan kijken. Oké, er was lijsttrekker Thijs de Bree van de Partij van de Arbeid. Ja, meneer Mulder, het kan gewoon. Ja, dat kan. Ik zie ook graag het voorbeeld en hoe je daar een boerderij begint met 250 melkkoeien. Met 80 waren het er, hoor ik, uit de zaal. Ja, het is niet voor niks natuurlijk. Het is ook een beetje vreemd dat een heleboel partijen die hier zeggen dat de landbouw maar kleiner moet worden, wel pleiten dat scholen en provincies en bedrijven, alles moet groter worden. Alleen in hun beperkte visie moeten alleen boeren moeten opeens weer net als in Roemenië met 3 kippen en een geit rondlopen. Dat werkt dus niet. Het slotwoord is aan mevrouw Van Dijk. Nou, het is wel helder waar de PVV voor staat. Die wil heel Overijssel gewoon volgooien met asfalt en beton en stinkfabrieken. En inderdaad, laten we dat niet vergeten. En met megastallen. Ja. Dus dat is het standpunt voor de PVV. Degene die wel voor natuur en biodiversiteit zijn, die kunnen beter op de Partij voor de Dieren gaan stemmen. Dank u wel. En dank dan wel geen inkomen meer om nog wat te kopen. Dat dank is u wel, dank u wel. We gaan naar stelling 4. En die gaat over innovatie en onderwijs. En we spreken daarover met de PvdA-lijsttrekker Thijs de Bree, de lijsttrekker van de ChristenUnie Jan Westert, zit naast hem, en de lijsttrekker van Lokaal Overijssel Rob de Koe. En de stelling luidt, het economisch beleid van de provincie moet minder inzetten op innovatie en meer op werkgelegenheid voor mbo's, denk ik, van de mbo's, maar in ieder geval werkgelegenheid voor mbo's. Ik geef het als eerste het woord aan Thijs de Bree. Ja, ik kan mij goed vinden in die stelling. Ik denk dat er namelijk de afgelopen 4 jaar te veel gedacht is in grote fondsen met vele tientallen miljoenen erin. En onvoldoende is gekeken naar wat we nou eigenlijk willen realiseren met die grote fondsen. Wij willen bijvoorbeeld werkgelegenheid. Ik noemde al de 3.500 mensen in Deventer die geen baan hebben. Maar die mensen krijgen niet aan de slag door ergens 60 miljoen euro in een fonds te pompen. Nee, je moet er wat mee doen met dat geld. En daar heb ik nog niks over gehoord. Wij hebben daar concrete plannen over in bijvoorbeeld een banenplan. Dat zou ik graag willen uitleggen. Maar het essentie is in ieder geval dat je de investeringen daadwerkelijk laat werken. Dat je iets verbetert. Dat je panden opknapt. Erfgoed. Dat je daarin investeert. Dat je de bouwsector weer aanjaagt. De restauratie. Leerwerktrajecten. Ervaringsplekken. Kijk, dat soort plannen, daar heb ik 4 jaar lang niks van gehoord. Sterker nog, het is gestopt. En dat is een falikante fout. Meneer Wester, ChristenUnie. Overijssel is de provincie van het MKB, van het familiebedrijf, gemiddeld genomen van het kleinere bedrijf, de provincie van de vakman, de provincie van de mensen die het ambacht uitoefenen. En ik vind dat we daar de komende tijd op moeten inzetten als elk MKB-bedrijf een beperkt aantal mensen erbij zou kunnen krijgen de komende tijd. Dan hebben we een belangrijk deel van onze werkgelegenheidsvraagstukken opgelost met elkaar. Innovatie is nodig, maar we hebben, denk ik, te veel ingezet op een smalle topsectorenbeleid en dat mag wat mij betreft verbreed worden. En daarin past ook meer aandacht voor mbo-onderwijs, voor een 1000-jongerenplan om mensen aan de slag te helpen. Meneer de Koe. De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Duurde een generatie 10, 15 jaar geleden nog 10 of 15 jaar. Tegenwoordig duurt een generatie 3 tot 5 jaar. Innovatie is dus van levensbelang. We moeten zorgen dat we continu proberen voorop te lopen of in ieder geval met de vaart der volkeren verder gaan. Het is onzin om te zeggen we moeten minder investeren in innovatie. En dat hoeft ook niet ten koste te gaan van mbo-banen. Mbo-banen worden gewoon gerealiseerd als er nieuwe innovaties, nieuwe impulsen worden gecreëerd. Dat zie je ook gewoon. Internetbedrijven zijn opgestaan en natuurlijk dan verdwijnen de mensen uit de winkel.
maar vervolgens komen er wel banen bij in transport en logistiek. Dus beide moet investeren in innovatie, proberen voorop te lopen en daarmee mbo-banen creëren. Beide moet, maar als je moet kiezen waar je geld gaat inzetten, zet je dan in op innovatie, kenniscentra, zoals dat in Twente in het geval is? Of zeg je van, ik wil eigenlijk de lijn van de Partij van de Arbeid volgen om te zorgen dat die economie weer gaat groeien en dat daar de banen uitkomen? Juist. En ik denk dat het heel belangrijk is... Dat is mooi. Dat je, nee, het is heel belangrijk dat je blijft innoveren en dat je zorgt dat je daarmee nieuwe werkgelegenheid creëert. En dat is dus ook voor een mbo. En dat hoeven dus niet alleen maar universitair en hbo-geschoolde mensen te zijn. Nee, dat zijn gewoon de mensen op de werkvloer waar je dan ook nieuwe werkgelegenheid voor organiseert. Is de MKB niet eigenlijk de motor van de economie en zou daar het beleid niet meer op gefocust moeten zijn? Ja, zeker moet het daar beleid op gefocust zijn. Kijk, die MKB, dat loopt een heel breed begrip. Dat loopt tot net 250 werknemers grofweg in de definitie. Maar wat zo opvallend is als je kijkt naar zo'n innovatiefonds met bijvoorbeeld 60 miljoen euro. De ondergrens om daar in aanmerking te komen is 250.000 euro. Kijk, ik ken geen MKB, tenminste ik ken wel wat MKB'ers, maar heel weinig die een investering pas beginnen te denken bij 250.000 euro. Kijk, dat is echt iets wat direct moet worden veranderd. Je moet naar kleinere kredieten die ook toegankelijk zijn voor bedrijven zoals hier gewoon om de hoek in de straat zitten. En niet alleen maar voor die grote jongens. Dus dat is punt 1. En als het dan ook nog eens een keer 22 weken kan duren voordat je aanvraag goedgekeurd hebt, het innovatiefonds. Ja, dat is dus maandag 17 augustus 2015, als ik hem vandaag heb ingediend. Zo werkt het niet, zo krijg je geen werk. Je moet daar echt aan veranderen. Ik heb Lian Woudkart. En wel van D66 van Margreet Overmeen. Ja, dankjewel. Er zijn twee dingen die me een beetje storen in deze discussie. En dat is ten eerste dat alleen in het MKB mbo's werkzaam zouden zijn. Volgens mij is dat zeker niet het geval. En de tweede is dat innovatie diametraal tegenover werkgelegenheid van mbo's zou staan. Alle groeisectoren die op dit moment er zijn, daar speelt innovatie een grote rol in. Dat is duurzaamheid, dat is nieuwe energie, dat is cleantech, dat is de nieuwe maakindustrie, dat is duurzame innovatieve landbouw. Juist allemaal sectoren waar mbo's aan de bak kunnen. Dus ik begrijp het niet. Mbo's komen goed aan de bak dankzij innovatiesubsidies. Ik begin met meneer Wester. Ja, het gaat om die banen, of om werk en banen voor mensen die nu aan de zijlijn staan. Dat zijn mensen die opgeleid moeten worden, die we moeten brengen tot dat mbo-niveau. En daar zouden we de komende periode een accent op moeten leggen, want dat is van wezenlijk belang voor een samenleving waarin dat ieder mens mee kan doen. En dan klopt het dat MKB ook duurzaamheid kent, ook vernieuwend is en dat ook de vakman innovatief is. Als ik ernaar kijk, dan denk ik van innovatie, dat is niet het thema waar het om moet gaan hier in de tegenstelling. Het gaat erom, concentreren we ons smal op de topsectoren of kijken we breder naar de ontwikkelingen in Overijssel in het MKB-land en geven we die samenlijk een impuls. Meneer De Koe. Wat ik hier heel vreemd vind in de discussie, dan met name bij de PvdA, is dat innovatie alleen maar draait om een innovatiefonds. Innovatie verdient continu plaats, ook bij het MKB, ook bij kleine bedrijven. Ook bij grote bedrijven. En natuurlijk als het gaat om totaal nieuwe ontwikkelingen, en dat was 10 jaar geleden zonne-energie, waarbij een LTS er op dit moment op het dak ligt en de zonnepanelen monteert, hè, om te praten over waar haal je de werkgelegenheid vandaan. Nou, die komt dus gewoon bij innovatie, die begint bij innovatie. Maar dat is niet alleen het innovatiefonds met een pot geld. Nee, elk bedrijf probeert voorop te lopen. En ik als ondernemer ervaar dat elke dag. Meneer De Bree. Ja, ik sta ook juichend aan de lijn als mensen aan het innoveren zijn, alhoewel ik het een beetje een hol begrip vind zo langzamerhand. Kijk, het feit is, wat kan je eraan doen? Ik hoor nog helemaal niks van lokaal wat ze hier eigenlijk gaan doen aan innovatie. Er is een fonds en dat hebben wij in de benen gebracht de afgelopen periode, maar wij stellen gewoon vast, er is te weinig effect voor kleine bedrijven. En daar heb ik aangegeven, die porties moeten kleiner zijn, de flexibiliteit moet eenvoudig. En niet meer 22 weken wachttijd voordat je uiteindelijk je aanvraag goedgekeurd hebt. Daar gaat het om, dat is de toekomst. En ik ben heel erg benieuwd waarom deze coalitie die er nu zit ervoor kiest om banenplannen bijvoorbeeld te stoppen. Waar mensen aangetoond gewoon 800 jongeren hebben wij aan het werk gekregen. Dat is helaas gestopt, daar is ook niemand over opgestaan om te zeggen laten we dat nou eens een keertje verder gaan brengen de komende tijd. Helaas, daar hoor ik niemand over en dat zijn de mensen die het kunnen gebruiken. Mag ik even naar meneer Wester, u heeft als college gewoon kansen laten liggen. Nou, ik vind het ook een beetje een gemakkelijke redenering van de Partij van de Arbeid. Het is volgens mij de ChristenUnie geweest die pas nog rond dat 1000 jongerenplan heeft gezorgd dat er in 2015 nog
doorgang kan vinden. Dat we hebben gezegd, laat dat ook indalen nu straks bij de gemeenten. En laten we dat beleid ook voort kunnen zetten en vastleggen en robuust maken voor de toekomst. Want dat was een succesvol beleid en succesvolle methodes moet je niet stoppen. Ja, ja. Maar ja, wat mag even de koe? Ja. De PvdA heeft dus een pot geld gecreëerd. Nou, dat vind ik heel knap van de PvdA. Maar het gaat er dus om dat je gaat investeren in werkgelegenheid, in onderwijs en daarmee het geld besteedt. En dat met name in het hoger onderwijs, in het universitair onderwijs, zodat je daar de nieuwe ideeën krijgt en zodat die door het MKB kunnen worden opgepakt, zodat de toekomst van Nederland wordt geborgd en met name natuurlijk Overijssel. Ja, meneer de Koe, even een zijsprong maken. U bent van lokaal Overijssel, bent niet vertegenwoordigd in de Provinciale Staten op dit moment. Als u de gemeenteraadsuitslag beziet, waar rekent u op? Als ik de gemeenteraadsuitslag zou moeten gaan nemen, dan hebben wij 30% van de stemmen. Dat betekent dus dat we ongeveer 15 zetels zouden krijgen. Nou, die illusie heb ik niet. Nee, wat denkt u? Ik ga ervan uit dat wij tussen de 3 en 5 zetels gaan halen. 3 en 5 zetels. En ik had het al net bij andere kandidaten aan het woord. Als straks de coalitie stemmen tekort komt in de Provinciale Staten, bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan het provinciebestuur? Natuurlijk, wij willen altijd praten. Als er een goed programma ligt waar voldoende punten van ons in vertegenwoordigd zijn, dan denk ik dat wij gewoon meer zullen doen. Ja. Bij de vorige coalitieonderhandeling is mij verteld, is op het laatste moment de PvdA eruit gezet. Wilt u terug met die CDA en VVD als de kans zich aandient? Nou, ik zou vooral terug willen met een paar partijen die wel een beleid willen voeren zoals ik het net uitdraag, namelijk gericht op het creëren van echte werkgelegenheid. Jongeren die langs de zijlijn staan, om die weer laten meegaan. Maar ik denk niet dat die om CDA en VVD heen kan. Als ze daarmee in meegaan, nou ja, dan ben ik daar heel bereid voor om nou te praten met ze, uiteraard. Ja. En u blijft in het college? Wij zitten in het college, we gaan voor een goede verkiezingsuitslag en we hopen dat we een stukje omhoog kunnen gaan. En we zijn bereid met elke partij samen te werken die een goede samenlevingsvisie heeft, gemeenschappelijk na wil denken over de toekomst van Overijssel met ons. En dan, er zijn een aantal partijen in onze buurt waar dat mee kan. En dan heel kort, PVV voor u? De PVV lijkt mij niet waarschijnlijk om... Niet waarschijnlijk voor u? Nee, sluit niemand uit. Oké, dat was stelling 4. En nu komt er een intermezzo. Goedenavond. Voor de pauze, ik ben een gelukkig man, want u heeft net gehoord dat de boekenmarkt van een eendaags naar een tweedaags evenement gaat. Dus daar zijn we zeer content mee. Wij hebben de lijsttrekkers gevraagd, natuurlijk in Deventer Boekenstad, om niet alleen met politieke stellingen en debatten te komen, maar ook wat van hunzelf te laten zien en dat met name aan de hand van een boek. We hebben ze gevraagd, neem een boek mee of een tekst mee. Dan gaan we kort alle 12 even doornemen om even te laten zien, om een stukje te laten zien, de mens achter de lijsttrekker. En ik begin graag hier bij Janet Duursma. Wat heb je voor ons meegenomen? Ik heb meegenomen Theory of Justice van John Rawls. En dan is natuurlijk de vraag, waarom heb je dat meegenomen? Ja, ik heb natuurlijk gedacht, ik kan een roman meenemen, maar dat kon ik niet kiezen. En toen dacht ik, ja, wat ik vind dat wij moeten doen als politici allemaal, is nadenken over, wat is nou een rechtvaardige samenleving? En dit boek geeft daar een heel simpel antwoord eigenlijk op. Dit boek zegt, John Rawls die zegt, van goh, eigenlijk als je wil nadenken over wat een rechtvaardige samenleving is, dan moet je achter een sluier van onwetendheid de regels gaan bedenken. Dus je weet niet of je in een rijk of arm land geboren wordt. Je weet niet of je wellicht gehandicapt bent of volledig gezond. Je weet niet of je intelligent bent of misschien een beetje dommig. Vanuit die gedachte moet je een samenleving inrichten. Dan krijg je een rechtvaardige samenleving. En dat vind ik zo'n mooie gedachte. En je hebt 11 exemplaren meegenomen? Nee, die hebben we niet meegenomen. Helaas. Ik ga even naar je collega gaan. Even nog, we hebben natuurlijk een fantastische boekenweek achter de rug met fantastische publicaties over Overijssel. Ik neem niet aan dat ze erbij zijn, maar ik wil toch wel even noemen de autobiografie van Theo Rietkerk, de koning van Kampen. Heeft u die al gelezen? Of de doorwrochte studie van mevrouw Bijleveld, na 200 jaar koninkrijk eindelijk de republiek. En voor de Twentenaren onder u, Joop Munsterman betaalt voetbal in Overijssel. Dat is ook een hele goeie.
En ik heb er nog één dan. We hebben een Robin Hartog-Gijs, een beroemd wethouder, heeft een prachtige gedichtbundel geschreven. Arnhemse meisjes en Deventer Koek. Maar nu graag de heer Dirk van Dijk van de SGP. Nou, ik kan er mooi bij aansluiten. Ik had het over Geert Grote, de wellicht bekendste Deventenaar. En de op één na bekendste is denk ik Revius, Jacobus Revius. Een dichter staat hier, denker en dominee. Hij was de dichter van Overijsselse Zangen en Dichten. Hij was de promotor van het illustre Atheneum in Deventer. Hij heeft daar zelfs de openingsrede bij gesproken. De eerste bibliothecaris van de Stads- en Atheneumbibliotheek in Deventer. En daarbij dominee. Ik zou bijna zeggen voluit SGP'er. Staatkundig gereformeerd. Dus hoogstaande cultuur en kunst en SGP, gedachtegoed, dat gaat heel goed samen. Het is kunst in dienst van. Dat was Revius ideaal. Mag ik een klein stukje voorlezen eruit? Het is een kort gedicht. Het thema is cultuurtoerisme, reizen. Het is 17e eeuws, dus qua zinsbouw iets anders dan wij gewend zijn, maar met wat inspanning moet het mij lukken en u lukken om er iets van te begrijpen. Reizen. Wat baat het, veel gereisd in landen wijd gelegen, zo gij niet in en gaat desseren smalle wegen? Wat baat het te bezien zo menig schone stad, zo gij het hemelrijk in het herten niet bevat? Wat baat het dat gij roemt van velerhande spraken, indien des geestes taal u niet en kan vermaken? Wat baat het dat gij weet en velen daarvan koud, hoe hier of daar een waard zijn gasten onderhoudt, indien gij niet en weet hoe dat gij moet onthalen, die gast die in uw ziel komt van de hemel dalen? Reis vrij ter plaatse daar gij vreemde dingen ziet, maar wacht u en vervreemd van uw schepper niet. Dank u wel. Nou, volgens mij zou Revius ook een fantastische VVV-directeur zijn geweest. Ik ga naar Willem van der Heuvel van de SP. Wat heb je voor ons meegenomen? Ik heb het boek The Great Crash van John Kenneth Galbraith meegenomen. En waarom? Nou, ik heb dit boek gekocht toen in 2018 de boel in elkaar stortte met de financiële crisis. Om wat meer te begrijpen hoe dat zit. Dit gaat over de crisis van 1929. Weet je, het standaardwerk, is ook heel leuk geschreven, makkelijk leesbaar. En als je dit leest, dan begrijp je veel beter hoe dat allemaal werkt en waarom het toen ingestort is. Maar je snapt ook dat het systeem nog steeds zo vrot als een mispel is. Dus dat zegt je ook, dus eigenlijk wacht op de volgende crash. En ik vrees dat het nog steeds even erg is wat dat betreft. Dus een leerzaam boek voor iedereen hier? Ja, dan begrijp je wel beter hoe het eraan toe gaat in de financiële wereld. Maar voorkomen we het daarmee, want begrip lost niks op. Nou, wat hij zegt is het enige wat het een beetje voorkomt is. Als de vorige crash nog vers is, dan zijn mensen daar nog zo bang voor dat ze dan wat voorzichtiger zijn. Maar dat is maar helaas een tijdelijk effect. Na een paar jaar vergeet je het weer en dan gaat het weer even hard fout. Nou, lijkt mij een goed advies. Dankjewel. Ik ga naar Linda van Dijk. Of Lia van Dijk, sorry. Wat heb je voor ons meegenomen? Ik heb meegenomen van Jonathan Safran Foer het boek Dieren eten. En waarom? Dan zal ik even de achterkant voorlezen. Daar staat een recensie op van de schrijver John Coetzee. Dat is een van de, ja, nou u kunt hem wellicht, een schrijver van deze tijd. En, hij schrijft dat Jonathan Foer beschrijft de alledaagse gruwelen van de bio-industrie, zeer levensecht, dus wat de dieren moeten meemaken iedere dag. En zijn kritiek op de mensen die dit systeem in stand houden is overtuigend. Wie na het lezen van Dieren eten deze producten nog consumeert, is of harteloos of ongevoelig voor de reden of allebei. En ik denk dan ook dat er nog wel een aantal mensen ook op dit podium dit boek zouden kunnen lezen. Nou, het lijkt me, is het een Zuid-Afrikaanse schrijver? Nee, Jonathan Safran Foer niet, dat de recensent, de heer Coetzee, maar Foer is een Amerikaan. Nou, ik zou zeggen, wie de bondjas past, die trekt hem vanavond aan. Ja, lekker. Oké. Okay. Rob de Koe, wat heb je voor ons meegenomen? Dat is de biografie van Steve Jobs, van Walter Isaacson.
Ik denk dat dat een heleboel energie geeft. En ik wil even kort een eerste citaat, wat ook op de eerste pagina van het boek staat, zeggen. Als de mensen die zo gek zijn dat ze denken dat ze de wereld kunnen veranderen, zijn ook diegenen die het doen. En dat boek geeft zo vreselijk veel energie, omdat het even weergeeft dat deze man, Steve Jobs in dit geval, een heleboel valkuilen heeft gehad, heel diep is gezonken, er ook weer is bovenop gekomen. En dat hij altijd heeft geloofd in de kracht van de mensen en altijd zoekt naar wat mensen graag willen. En dat, zoekt, dat, vindt hij, dat vind je ook allemaal terug in de producten die Apple, sorry voor de reclame, maakt. Nou, ik denk dat het op het juiste moment hier in Deventerland, want wij zijn bezig samen met Saxion en met Topicus, ook een bedrijf, om de Silicon Valley area hier in Deventer op te richten. Dus dat lijkt me helemaal, helemaal goed. Monique, wat heb je van ons meegenomen? Nou, dat is even zoeken. Er zijn natuurlijk veel boeken die ik goed vind. En ga ik het dan aan de politieke kleur hangen of kijk ik gewoon wat mij nou aanspreekt? Nou, ik heb het boek gekozen wat ik als laatste gelezen heb. En dat was voor de campagne. Want in de campagne is natuurlijk geen tijd, zoals je begrijpt. En ik heb het boek Susan Smit, Vloed. Een mooie roman die prettig leest en waar een... Nou, het gaat over complexe familierelaties, wat dat doet met de keuzes die je maakt in je leven. En zo kent iedereen natuurlijk wel wat dingen van. En er zat een hele mooie zin in, waar ik wel even over moest nadenken. Waarom zou ik de werkelijkheid niet stofferen met aanvaardbare veinzerij en zo een voorschot nemen op de ultieme leugen die herinnering heet? Nou, daar moest ik over nadenken, want dat gaat over wat is nou waarheid. Ik vond het een mooi boek, heeft voor mij indruk gemaakt. En ach, wie weet lees ik hem nog eens. Dankjewel. Eddie van Heijem, wat heb je voor ons meegenomen? Ik heb een boek van de Tsjechische president Havel meegenomen. Hij is overleden in 2011. Is natuurlijk bekend geworden als dissident van het communistische regime, als tegenstander van het communistische regime. Werd later president. Had hele hoge verwachtingen van wat de democratie het land Tsjechoslowakije zou brengen. Maar dat viel een beetje tegen. En hij zag allemaal politiek gedoe om zich heen en toen schreef hij dit boek, Zomeroverpeinzingen. En staan een aantal hele, vind ik wel, rake observaties in over de politiek. En ik wil daar een heel klein stukje uit voorlezen als het mag. Het is een klein beetje stichtelijk, zeg ik, maar je bent CDA'er of je bent het niet, denk ik dan maar. Men zegt dat een volk de politici krijgt die het verdient. In zekere zin is dat waar, want politici zijn de spiegel van de maatschappij en een zekere belichaming van haar potentie. Tegelijkertijd geldt ook het tegenovergestelde. De maatschappij is een spiegel van haar politici. Het is dus in een niet geringe mate van de politici afhankelijk welke maatschappelijke krachten ze vrijmaken en welke ze onderdrukken. Of ze veeleer het beste dat in elke burger aanwezig is ondersteunen of juist het slechtste. Ik vond het wel een mooi stuk. En dan na 4 jaar krijgen we ook jouw overpeinzingen. Zit je er echt op te wachten? Nou, dat weet ik niet. Jouw kiezen ze hopelijk wel. Ja. Nou, dat ligt een hele dikke foliant, Margreet. Ja, dit is, geeft aan dat ik hou van dikke pillen en van geschiedenis. Het boek New York, over de geschiedenis van de stad New York. Ja, ik hou daar heel erg van. Wat het mooie is, het begint als Nieuw Amsterdam natuurlijk. En daar waar de Hollanders ooit vertrokken, bleven een aantal Hollandse waarden bleven achter tot in het New York van nu. Namelijk vrijzinnigheid en liberalisme. En dat spreekt mij als D66 natuurlijk enorm aan. Ik zou graag de laatste zinnen van het boek willen voorlezen. Mag dat? Twee begrippen die de stad samenvatten. Twee woorden. Het ene een uitnodiging, het andere een ideaal. Een avontuur, een noodzaak. Imagine, zei het park. Vrijheid, zei de toren. Dat was de essentie, de boodschap van de stad waar hij zo van hield. Meer had je niet nodig. Droom en doe. Maar eerst moet je de droom hebben. Imagine. Altijd. Dat is nou wat ik iedere ochtend droom als ik wakker word en Deventer inloop. Dat wil je niet. Heel goed. Dankjewel. Ik zie kopstukken liggen. Ja, dat klopt. Waarom heb je die meegenomen? Ja, dit boekje, dat is geschreven door Godfried Bomans. Het heet Kopstukken. Ja, ik vind dat prachtig, omdat Godfried Bomans als geen ander kon beschouwen hoe mensen waren op een hele leuke, ironische wijze.
Dit boekje dat heb ik in de boekenkast van mijn ouders ooit aangetroffen en is toen op mysterieuze wijze naar mijn eigen boekenkast verhuisd. En toen ik hem even, ik ging door mijn boekenkast heen, want ik moest iets meenemen. En toen zag ik dat daar ook een stukje in stond en dat heet De Lijsttrekker. Dus toen dacht ik, ja, dat moet ik eigenlijk even lezen. En als ik mag, dan lees ik een klein stukje van het dialoog. Klein stukje, ja. Mevrouw doet mij open. Zij draagt een sjerp om haar middel, waarop deze woorden, potharst uw man, wat onbaatzuchtig is van haar. Binnen in de kamer is het donker, want ook de ramen aan de achterzijde die zijn bedekt met biljetten waarop die kop van Kophart zelf ziet. Een diepe, vorsende blik op de kiezer werpend en de lijsttrekker zit in een stoel en reikt mij de hand. Hebt u van ons al het nieuwe programmapunt gehoord? Nee, dat heb ik niet. Geluk, zegt Potharst, zich achterover werpend in zijn stoel. Ik sta verstomd, dat is het, dat omvat alles. En dan, vervolgt Potharst, punt 15a, tevredenheid. Een vondst van mijn penningmeester. Ik zwijg, elk woord is hier te veel. En dan opeens staat Potharst op en hij zegt, ik ben voor welvaart en ik ben tegen armoede. En schreiend zinken wij elkander in de armen. Dankjewel. Jan, wat heb jij voor ons meegenomen? Ik heb het pleidooi voor de postmoderne devotie meegenomen van Mink de Vries. En dat heb ik gedaan omdat ik vind dat een politicus zo nu en dan even na moet denken over de waarden waar hij zelf voor staat, waar zijn partij voor staat en of je dat nog op een goede manier met elkaar kan verbinden. En wat Mink de Vries doet, is je vanuit die moderne devotiebeweging actueel voorhouden wat op dit moment de geestelijke, sociale en economische crisis van onze samenleving is. Hoe goed het is om daar eens in alle rust op te reflecteren en over na te denken. En dat pakt hij dan samen in 12 waarden. En toen ik dat las, toen dacht ik van ja, dat zijn eigenlijk de waarden waarom ik in de ChristenUnie ben en lid van die partij ben en als lijsttrekker in de Provinciale Staten wil staan. Ik geef er u een paar mee, want 12 lijkt me heel veel om te onthouden vanavond. Maar dat begint met delen in gemeenschap, onafhankelijk zijn in de samenleving, werken met toewijding en inzet, zorg voor de kwetsbaren, onderscheiden van goed en kwaad, ieder mens gelijk maken en gastvrijheid voorop stellen. En dat verwijst ook naar Geert Grote. Dat verwijst ook naar Geert Grote, want het verwijst naar Thomas A. Kempis en Geert Grote, die de 600 jaar geleden die beweging in Deventer en Zwolle gestart hebben. Maar u weet dat Geert Grote eerst was en daarna Thomas A. Kempis, hè? Ja, nou, daarom dacht ik neem dit boekje vanavond in Deventer en dan komt dat goed. Goed, dankjewel. Fred Kerkhoff, wat heb je voor ons meegenomen? Ik heb het boek meegenomen van Peter van Uhm, Ik koos het wapen. En waarom heb ik dat meegenomen? Peter van Uhm is voor mij een inspirator en een voorbeeld. Een mensenmens, puur zang. Een hoop mensen denken misschien, wie is Peter van Uhm? Maar ik weet zeker dat de hele zaal hem kent. Dat is de commandant der strijdkrachten die op 17 april 2008 aantrad en de dag daarna te horen kreeg dat zijn zoon was gesneuveld in Afghanistan. Een man waarvan iedereen op dat moment dacht, die gaat terugtreden, die redt het niet. Nee, hij wel. Hij ging door, hij bleef doorgaan. Hij werd weggezet door de pers van, ja, kan hij nog wel onpartijdig redeneren? Maar hij was onpartijdig. Die man is een voorbeeld, die zou een voorbeeld moeten zijn voor veel meer mensen. Echt een hele goede spreker. De meeste mensen kennen hem ook van de 4 mei bijeenkomst op de Dam, waar hij een gedicht voorlas en een verhaal. Echt een hele goede vent. En het mooie van die man vind ik dat hij gevraagd is door zeker één politieke partij om daar binnen te treden. En wat ik nooit zal vergeten waren zijn woorden die zei van, dat doe ik niet. En waarom was dat? Ik heb hem dat later nog een keer gevraagd. Hij had maar één reden. Hij zegt, militairen zijn eerlijk. En politici... Hij wist niet of hij dat wel zou kunnen samenvatten. Dus, eerlijkheid. Nou, dat lijkt me een heel warm pleidooi. En inderdaad voor een hele inspirerende man. Dank je wel. En tenslotte... Edgar, ook een dikke pil, ja. Met een leuk rood wapentje erop. Mm-hmm. Wat heb je voor ons meegenomen? Ja, het heet het Zwartboek van het communisme. Tegenwoordig word je voor nationaal socialist uitgemaakt als je kritiek hebt op de islam. In de jaren 70 en 80 was dat zo als je kritiek had op het communisme. Gelukkig hebben we voor een groot deel die ideologie naar de mesfaald verwezen. Maar dit boek kwam uit begin jaren 90 en er werd aangetoond
dat de zogenaamde revolutie in Rusland geen revolutie was, maar een staatsgreep. En dat er wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen opzettelijk, bewust en gepland vermoord zijn door een groepje mensen die door een deel van wat ze noemen de intelligentsia in Nederland te vuur en te zwaard verdedigd zijn. En dat is nog steeds een gebeurtenis die niet genoeg bediscussieerd is. En er hebben te weinig mensen daarvoor rekenschap afgelegd en hun excuses aangeboden. Maar je wist ook dat de Communistische Partij Nederland in 1920 hier in Deventer is opgericht? Nee, niet in Deventer, maar dat lijkt me nou niet iets waarmee je te koop loopt. Nee, dat is... Wees blij dat ze, dat ze hier geen aanzien en macht hebben bereikt, want anders was jij er niet meer. Nou, dat weet ik niet, maar misschien was ik wel lid geworden, maar misschien... Als je graag mensen dood, nee, dan ben je tegenwoordig bij ISIS of even die andere kanker. Ik word regelmatig voor opportunist uitgemaakt, dus dat maakt niet uit. Nee, maar bedoel, ik dacht misschien heb je juist dat meegenomen, omdat je dat misschien wist. Nee, dat wist ik dan weer niet, zeg maar. Okay. Nou, ik laat het hierbij. Ik denk dat dit een prachtig voorbeeld is waarom een van de grootste boekenevenementen in Overijssel plaatsvindt. Want als toch 12 lijsttrekkers allemaal heel snel een proeven geven van hun betrokkenheid bij het boek, dan hebben ze dat denk ik vanavond gedaan. Ik denk dat we nu pauze hebben. En ik heb voor uiteraard voor alle lijsttrekkers nog een boek. Dank jullie wel voor jullie medewerking. Dames en heren, applaus voor Hein ter Riele. En het zal u niet verbazen dat het een Deventer boek is. Het is bijna 9:50. Wij gaan 20 minuten pauze houden. Er staat een drankje voor u klaar. We zien u straks na de gong weer terug voor de tweede helft van dit slotdebat. Dank u wel. Heren, hartelijk welkom terug. Mag ik verzoeken iedereen op zijn plaats te gaan zitten? Jongens, dames en heren, meneer van de SGP, wilt u uw plaats innemen? Er wordt nog druk onderhandeld, er worden nog coalities gesloten. Dames en heren, hartelijk welkom bij de tweede helft van het slotdebat. In een tweede helft moeten er winnaars komen. In de tweede helft moet het vuur hoger opgestookt worden. Wij vragen de lijsttrekkers het debat met elkaar te kiezen en minder het interview. Paul zal daar ook voor zorgen. Maar voordat we met deel 2 beginnen, wil ik heel graag uw aandacht hebben voor een prijswinnaar. En die prijswinnaar is ook de stad Deventer. Wist u dat op de kandidatenlijst van de statenverkiezingen 26 Deventenaren vermeld staan? Ik hoop dat ze alle 26... Als u alle wil gaan staan... Ja, hartstikke goed. Die 26 zetels zijn vast binnen. En nou de rest nog. Ik wens u een heel prettig tweede helft van het debat. Ik geef graag het woord aan Paul. Dames en heren, de tweede helft. Dames en heren, allemaal welkom terug voor de tweede helft van het slotdebat. En welkom ook voor alle lijsttrekkers. En ik wijs de lijsttrekkers erop dat er nog heel wat wildcards uit te delen zijn. En maak daar graag gebruik van en zet het in op momenten dat u denkt, nu kan ik mijn punt scoren. Waar gaan we het over hebben in stelling 5? We gaan het hebben over de leegstand in de detailhandel. Daarover spreken we met VVD-lijsttrekker Monique van Haaf, als je naar voren wil komen. SP-lijsttrekker William van der Heuvel. Lijsttrekker van lokaal Overijssel Rob de Koe. En SGP-lijsttrekker Dirk van Dijk. De stelling luidt: de provincie moet gemeenten dwingen om geen detailhandel toe te staan op bedrijventerreinen en in weilanden. Dus provincies moet gemeenten dwingen. Mevrouw Van Haaf, aan u als eerste het woord. Ja, in deze stelling is het moeten dwingen wel een doorn in mijn oog. De gemeente heeft gewoon een eerste verantwoordelijkheid hierin. Die kan dat ook het beste beoordelen. En ja, we hebben een omgevingsvisie. Dat betekent dat we daar wel in meekijken en we vinden daar wat van. Maar als dat anders dreigt te lopen dan wat in goede orde zou worden verwacht, dan kun je met gemeenten in gesprek gaan. We hebben een soort regierol. En die kunnen we dan oppakken en dat betekent dat je in gesprek gaat en met elkaar naar een oplossing zoekt. En dat is wat anders dan dwingen, daar zijn we niet zo van. SP, William van der Heuvel. In principe willen we ook in gesprek natuurlijk tot een goede oplossing brengen, maar als het puntje bij paaltje komt, dan vinden we wel dat de provincie bereid moet zijn om gemeentes te dwingen om geen grote
winkelcentra in de weilanden neer te zetten, omdat het gewoon heel slecht is voor de binnensteden. En het is ook enigszins asociaal, want daardoor dwing je mensen om afhankelijk te worden van de auto als ze boodschappen gaan doen. En mensen die dus niet zo goed te been zijn of alleen een fiets hebben of zo, die kunnen dan niet meer in de winkelcentra terecht, omdat die helemaal leeg staan. En het is ook heel slecht voor de kleine ondernemers. Rob de Koe, lijsttrekker lokaal Overijssel. Ja, ik denk dat hier de gemeentes een voortrekkersrol hebben. De gemeentes bepalen in principe het ruimtelijk beleid. En zij moeten zien dat de kernen, de binnensteden, de centra, leefbaar blijven. En als de gemeenteraden in al hun wijsheid beslissen dat het goed is voor een stad of voor een dorp om aan de rand van een stad of een dorp iets te organiseren wat lijkt op detailhandel of iets wat daarop lijkt, fumineuze detailhandel zoals we dat wel vaker zien, dan moeten we daar in principe de ruimte aan geven. We hebben als provincie maar heel weinig instrumenten om dat tegen te houden. Als het echt de spuigaten uitloopt, dan zullen we die instrumenten die we dan nog hebben proberen te gebruiken. Tot slot, SGP-lijsttrekker Dirk van Dijk. Als het gaat om de weilanden, zeg ik, in tegenstelling tot wat de heer De Koe zegt, moeten we daar in principe geen ruimte voor geven. Verrommeling van platteland is het gevolg. Daar moeten we zuinig op zijn, op de open ruimte daar. Zeker als het gaat om van die mega-outlet-stores niet aan beginnen. Wat het industrieterrein betreft, kijk ik er ook wat anders tegenaan. Dat ik zeg, er zijn zaken die zich naar aard en schaal minder lenen om in een winkelcentrum te hebben. Als je praat over tamelijk volumineuze goederen of er is heel veel parkeerruimte bijvoorbeeld nodig, dan kan ik me voorstellen dat je aan de rand van een industrieterrein de ruimte geeft. En dan zeg ik ook als provinciaal statenlid, dan zou ik de verantwoordelijkheid en het vertrouwen bij de gemeente willen leggen dat ze dat op een goede manier regelen. Maar we hebben het over detailhandel en de consequentie van het hebben van winkelcentra aan de randen van de steden. Vindt u dat de provincie dat moet kunnen verbieden? Nee, ik ben wat dat betreft ook niet voor een rigide beleid in dat opzicht. Maar gebeurt het dan? Bij mijn weten niet. Ik woon in Genemuiden en daar zit aan de rand zit een woonwarenhuis. Daar zitten heel veel artikelen in het assortiment die je kan karakteriseren als detailhandel. Terwijl ik zit, want ze verkopen daar ook tapijt en meubels, dus het is tamelijk grootschalig ook. Dat die daar aan de rand van het industrieterrein zitten, wat mij betreft prima. En als daar vergelijkbare situaties in de provincie zijn, prima, laat de gemeente dat maar regelen. Als ik lokaal Overijssel stem, weet ik dan zeker dat mijn binnensteden leefbaar blijven? Of zegt u van ja, dat is een gemeentelijke verantwoordelijkheid en dan moeten we per geval bekijken, daar heeft de provincie geen rol in? Nee, wij hebben er heel duidelijk voor gekozen dat die leefbaarheid in die binnensteden, daar moeten we als provincie wel in investeren. Dat hebben we ook aangegeven in ons verkiezingsprogramma. Dus dat is de kern, dat is het allerbelangrijkste wat er is. Hè. Je weet dat de detailhandel de komende jaren afneemt, dus er ligt een verantwoordelijkheid bij de gemeenten en bij de gemeenteraden om te zorgen dat die binnensteden leefbaar blijven en interessant blijven, ook voor het recreatie. Ja, maar moet de provincie dat overroelen? Moet de provincie eroverheen gaan als je ziet van dat vinden wij een ontwikkeling die schadelijk is voor Deventer? De beperkte middelen die wij hebben daarvoor, wij kunnen toetsen aan bijvoorbeeld een serrelader, dan zullen we die, als we denken dat het echt de spuigaten uitloopt, misschien ingrijpen. Maar wij vinden gewoon dat het bestuurd moet worden vanaf het niveau, het laagst mogelijke niveau. En die weten het beste wat er speelt in de onder de bevolking en in de stad. Meneer Van der Heuvel, dwingen, want dat is het woord wat ja, u hier doorgevalt. Ja, want wij zijn het punt beslist niet eens met de lokale. Want de provincie moet juist het algemene belang in oog houden, wat ook meerdere gemeentes kan overstijgen. En kijk, sommige vormen kunnen best periferen, zoals IKEA's en dat soort bedrijven. Daar hebben we geen probleem mee. Maar we moeten voorkomen dat een gemeente zeg maar, op een buitenterrein een groot winkelcentrum neerzet om te concurreren juist met de andere steden en dorpen met hun winkelcentra. Dat kan voor dat ene dorp misschien gunstig zijn, maar die andere centra maak je daarmee kapot. Ja, maar, en dat is een belang wat dus de meerdere gemeentes overstijgt. Ja, maar, en daar moet de provincie voor opkomen. Kijk, we weten dat de detailhandel in de centra langzaam afneemt. Dan kun je zeggen van nou, we zijn heel rigide en we houden alles vast. Maar de wereld om ons heen verandert, de consument verandert. En dit is wel een vorm van nieuwe werkgelegenheid. En werkgelegenheid, dat vindt u neem ik aan ook belangrijk. Als u wel mevrouw Van Haaf, maakt u zich zorgen over de binnensteden in Overijssel? Ook als je dan kijkt van wat voor consequenties er zijn met internetshoppen en al dat soort zaken erbij. De verarming van die binnensteden, is dan een gevaar wat u ziet? Niet direct een gevaar, wel iets waar we de aandacht op moeten houden. Maar volgens mij dat klinkt zo vrijblijvend aan de aandacht voor houden. Ik bedoel, u gebeurt het, maar je wilt verder geen stappen zetten om dat tegen te gaan of een bepaalde perk aan te stellen. Nee, we gaan dat niet dwingen. Dat past helemaal niet bij de VVD om te gaan dwingen. We hebben vertrouwen in hoe gemeenten dit aanpakken. Gemeenten staan er dicht op.
U heeft het verschillende dingen gehoord, een verrommeling. Nou, daar kan ik iets mee hebben dat ik denk van we gaan niet in die weilanden zomaar. Maar primair ligt het gewoon bij de gemeente. En ik vind ook de heer van de SP geeft aan, we moeten ze gaan dwingen. Dat gaat gewoon veel te ver. Die gemeente zit er dicht op. Die snapt wat er wel of niet kan in zo'n gemeente. Die moet ook ondernemers de ruimte geven. Dat gaan wij niet als provincie bepalen. Een ondernemer weet waar zijn markt zit en gaat in overleg met de gemeente wat wel of niet mogelijk is qua vestiging. Hier gaat de provincie niet over, dat is eigenlijk het antwoord. Nou, de provincie moet dus het gemeenteoverstijgende belang verdedigen. Moet dus niet de kant uit van andere landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk is een goed voorbeeld, waarbij gigantische malls in het buitengebied zijn verrezen en de centra totaal verdwenen zijn. En dat krijg je als je het helemaal vrijlaat, dat er een paar grote malls op kruispunten van grote snelwegen overblijven en de rest verpietert. U gaat ermee uit van een doemscenario, wat net zo goed helemaal nooit uit zou kunnen komen. Nee, maar dat komt niet. U ziet dat niet gebeuren, dat op die kruispunten. Nee, dat gaat absoluut niet gebeuren, want gemeentes hebben er belang bij dat de kernen ook gewoon heel goed met detailhandel bezet zijn. Meneer Van Dijk, bent u ook zo gerust? De gemeenteraad die zit voor het algemeen belang van hun gemeente. Het is een nagelegen punt, de leegloop in de centra, want dat is ook nadelig voor zaken die er wel blijven. Aan de andere kant heb je ontwikkelingen die je niet sturen kan. Zoals dat internet en de webwinkels, dat is een gegeven. Wat je ziet is dat ondernemers vaak zelf heel creatief zijn, een stukje beleving erin brengen. Als het niet gebeurt, nou dat hebben we gezien bij V&D, dan prijs je jezelf uit de markt. Maar ondernemers die hebben wat dat betreft daar wel een neus voor. Dus de meesten die zoeken wel andere wegen. En dat stukje vrijheid en creativiteit, dat moet je laten bloeien en groeien een, wat ons betreft ook. Een wildcard van de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. Zeker. Wat is uw stelling of ik heb een vraag aan de VVD. U zei zo straks dat u er niet voor bent dat er gevestigd wordt in de weilanden, omdat dat het landschap verrommelt. Maar waarom bent u dan wel zo voor grootschalige megastallen in diezelfde weilanden? We gaan van winkelcentra naar megastallen. In megastallen, die kunnen nodig zijn voor een agrariër om gewoon zijn bedrijf te kunnen houden. Iedereen hier wil keuze hebben bij de winkel of hij dure of goedkopere goederen aanschaft. Vlees, groentes, ga zo maar door. En ik vind gewoon dat wij daar niet als provincie een beperking op gaan leggen. Wij zijn überhaupt niet van de beperkingen hierin. Er moet gewoon een eigen keuze kunnen worden gemaakt door de consument wat hij of zij wil kopen. En dat gaan we niet van boven vanuit de overheid opleggen. Ja, duidelijk. Ik wou het toch nog even bij de detailhandel hebben. Maakt u zich zorgen over de binnensteden in de provincie? Even heel kort. Absoluut. Ja? Ja, dus het is wel een issue. Maakt u zich zorgen? Sorry, nog een keer. Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van de binnensteden in de provincie Overijssel? Nee, ik maak me geen zorgen. Ik heb vertrouwen in de gemeente. U? Ik maak me zeker zorgen over de leegloop in de binnensteden. Ja, ik maak me zeker zorgen over de leegloop, maar ik heb wel vertrouwen in dat steden dat zelf kunnen oplossen. Oké, dank u wel. We gaan naar stelling 6. En die is een beetje een bestuurlijke, maar volgens mij ook best wel een emotionele stelling. En die gaat over de fusie tussen de provincies Overijssel en Gelderland. En daarover praat ik met D66-lijsttrekker Margreet Overmeen en PvdA-lijsttrekker Thijs de Bree. En de stelling is: het samengaan van de provincies Overijssel en Gelderland, landsdeel Oost dan genaamd, is de enige manier om te overleven voor deze overheidslaag. U bent van de bestuurlijke vernieuwing, mevrouw Overmeen. Ja, ik zou hierop willen antwoorden, dat zou maar zo eens kunnen. Want we hebben een krachtig en goed middenbestuur nodig. En je ziet dat de afgelopen jaren hebben we een hele discussie gehad over welke maatschappelijke opgaven horen bij welke overheidslaag thuis. En de hele sociale agenda is naar de gemeente gegaan, dat vinden wij uitstekend. Wat er overblijft voor de provincies zijn eigenlijk grensoverschrijdende thema's. Dus mobiliteit, regionale economie, ruimtelijke ordening. En dat zijn opgaves die je beter op grotere schaal als op provincieschaal kunt benaderen. En als wij in Overijssel voor dezelfde opgaven staan als in Gelderland, en dat staan we, en we komen met dezelfde oplossingen als in Gelderland, en dat is zo, en dan hebben we al die ambtenaren en al die volksvertegenwoordigers heus niet nodig. Oké, meneer de Bree. Ja, ik denk dat deze discussie eigenlijk zo snel mogelijk zou moeten stoppen. Ik vind het bestuurlijk geneuzel. Het boeit mij eerlijkheidshalve ook oprecht niet erg veel. Ik zou ons liever willen richten op de uitdagingen die hier zijn. De werkgelegenheid, hoe hou je zorg bereikbaar, hoe zorg je ervoor dat je de voorzieningen op peil houdt. Dat zijn de vraagstukken. En als die bus van Gelderland naar Overijssel rijdt, dan moeten we gewoon zorgen dat het goed gebeurt. Mensen die aan een loket staan,
Die willen echt niet weten of ze aan het goede loket staan. Die willen gewoon hulp, die willen geholpen worden. En daar moeten wij voor zorgen. En dat vind ik veel belangrijker dan de discussie over waar wij een bepaalde grens gaan trekken in de toekomst. Want de vraag bij u is, moet Drenthe dan ook niet bij? Ik bedoel, waar trek je dan de grens als je praat over de bestuurlijke herindeling? Natuurlijk, die grenzen die zijn niet vast. Je moet kijken naar waar de provincies elkaar vinden. En ik zie inderdaad dat Drenthe en Groningen en Friesland elkaar goed vinden. En dat Overijssel en Gelderland elkaar goed vinden. We werken nu al veel samen, dus het is een logische samengang. Ik heb een wildcard. Want 50PLUS, lijsttrekker Kerkhof. Ja, 50PLUS is van mening dat de hele provinciale, zoals ik dat zelf noem, de rubberen tussenlaag er wat tussenuit kan. Gemeentes zijn prima in staat om de gemeentelijke belangen te behartigen en de zaken te regelen. En de Rijksoverheid is prima in staat om daar controle op uit te oefenen. Het is dan wel zo dat je de financiën en de middelen die nu bij de provincie zitten niet eenzijdig naar het Rijk moet trekken, want dan komt het niet goed. Die moet je terugzetten naar de gemeentes en de mensen laten gaan waar het eigenlijk over gaat. Oké, weg met die provincies. Meneer De Bree. Ja, ik krijg bij een 50PLUS die over een bepaalde rubberen tussenlaag spreekt, krijg ik bepaalde associaties die ik maar even voor meneer Kerkhof laat. Maar ik denk dat het punt is dat wij gewoon de vraagstukken moeten aanpakken. Hè? En hoe zorg je ervoor dat openbaar vervoer goed op peil blijft? Hoe zorg je ervoor dat de werkgelegenheid aangejaagd wordt? En die is gewoon grensoverschrijdend. Daar moeten wij niet bezighouden. Is het nou precies binnen onze grens of is het eroverheen? Pak die dingen op en daar moeten we het over hebben met z'n allen. Overigens bestaat er een Overijsselgevoel, vroeg mij af toen ik dit debat voorbereidde. Nee. Je hebt een Fries en een Groninger. Nee, maar hoe heet een inwoner van Overijssel? Nee. En iemand die in Twente is geboren voelt zich Tukker. En iemand die in Zalland is geboren voelt zich Zalander. Maar niemand voelt zich Overijsselaar of Oosterling of wat dan ook. Dus het is geen emotionele kwestie van we willen niet bij dat Gelderland. Ben ik niet van overtuigd. Nee. Ja, ik vraag me af hoe dat sentiment in deze provincie ligt. Nou, dat valt denk ik wel mee. Maar ik denk dat we gewoon per gebied. Zalland is een sterk merk ook en is een sterk gevoel. Ja. En hetzelfde geldt voor Twente en de Achterhoek. En zo is het per gebied. Daar moet je gewoon ook op wat mee doen. Bijvoorbeeld in je cultureel beleid. Je moet ervoor zorgen dat je toerisme aanjaagt in die sector. Dat hebben we met Waterrijk bijvoorbeeld gehad. Dat zijn allemaal sterke merken, daar moeten we in investeren. En of dat nou net over de grens valt of niet, dat is van later zorg. Maar de gebondenheid met een gebied zegt natuurlijk niets over hoe je zo efficiënt mogelijk een bestuurslaag moet gaan inrichten. Die gebondenheid met een gebied, die blijft, ongeacht hoe je de bestuurslagen daarboven inricht. Ja. U heeft allebei niet in het college gezeten in de afgelopen jaren. Ja. Was er een Overijssels provinciaal beleid? Heeft u dat kunnen herkennen? Wat heeft u gezien dat u zegt van nou, dat heeft onze provincie deugd gedaan? Nou, we hebben samengewerkt met Gelderland op een aantal vlakken, maar dat zou wat D66 betreft veel sterker mogen. Kijk wat in de provincie zelf gebeurt. Wat herkenbaar is als Overijssels beleid, waarvan die zei dat heeft Overijssel als provincie deugd gedaan, goed gedaan. Dan moet je heel lang nadenken, zie ik. Nou ja, ik kan wel zeggen wat ik ervan denk. Het is volgens mij de essentie dat je niet bezig bent met alleen maar Overijssel promoten, maar dat je gewoon de problemen aanpakt. Overijssel en Gelderland doen dingen samen. Ik moet eerlijkheidshalve zeggen, we hebben daar een keer een vergadering over gehad. En het duurde toch wel heel erg lang voordat je tot de concrete punten komt waar je samen aan moet gaan trekken. Nou, dus daar moeten we met die bestuurlijke overlegjes moeten we gewoon meteen stoppen. Aan de slag, problemen aanpakken. Oké, helder. Dank u wel. Blijf ik met de vraag zitten hoe een inwoner van Overijssel heet. Niemand hier? Een Overijsselenaar? Was vreemd, was me nog nooit eerder bedacht dat dat toch ook een naam zou moeten hebben. Ik ga naar stelling 7 en die heeft als titel meegekregen grote infrastructuur op mijn papier. En daarvoor praten we met de lijsttrekker van de ChristenUnie, Jan Westert. De lijsttrekker van GroenLinks, Jeannette Duursma. En de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren, Lia van Dijk. En volgens mij is dit wel een topic. De stelling luidt, prioriteit ligt bij verbreding N35 tussen Zwolle en Enschede, ten koste van spoorverdubbeling Olst-Weijen-Deventer. Ik geef het eerst het woord aan de heer Wester. Nou, ik vind dit eigenlijk gewoon een waardeloze stelling. U wil allebei waarschijnlijk dan. Ja. We hebben 4 jaar lang nu gewerkt aan de N35, omdat we ervan overtuigd zijn dat die weg van Zwolle naar Enschede moet komen, 2x4 baans. Dat is ook hard nodig voor deze provincie en dat is hard nodig voor Twente. En dat past in onze samenleving en gelijktijdig denk ik, de komende jaren staan we ook voor een forse opgave als het gaat om het openbaar vervoer. Daar past dat dubbelspoor
Deventer-Zwolle in. En als dat dubbelspoor Deventer-Zwolle erin komt, moeten we het nu agenderen. Willen we het over 7 of 8 jaar klaar hebben, dan hebben we de weg hopelijk af. En dan hebben we ook wel een nieuwe uitdaging nodig. En als we het agenderen, moeten we het vandaag nog in Zwolle agenderen. Want dan kan het bij de spoorzone Zwolle meegenomen worden in de plannen. Want anders fietsen we achter ons zelf aan. Ik kom zo bij de wildcard. Ik doe eerst even alle drie de openingsopmerking laten maken. Mevrouw Duursma. Ja, nou, dat de stelling wat wonderlijk is, omdat die twee verschillende trajecten beschrijft, dat onderschrijven we. Maar we kunnen wel degelijk een duidelijk statement maken voor openbaar vervoer en tegen asfalt. We hebben daarvoor 3 argumenten. 1 is de natuur, het belang van biodiversiteit. Wij lenen de aarde van onze kinderen. Natuur is zo vernield, maar terughalen is veel moeilijker. Een financieel argument. Het verstoken van fossiele brandstoffen lijkt nu goedkoop, maar we schuiven de kosten door naar de volgende generaties. En gezondheid. De CO2-uitstoot van auto's is 3 maal zo hoog als die van de trein. De helft van alle astma-gevallen in Nederland zijn te wijten aan de uitstoot van auto's. En mensen nabij grote wegen leven 3 jaar korter dan mensen die verder van een grote weg afwonen. 3 goede redenen om in te zetten op openbaar vervoer en niet op meer asfalt. Mevrouw van Dijk. U knikt al. De Partij voor de Dieren wil Overijssel vergroenen en daar past dus ook niet meer asfalt bij. Maar wel betrouwbaar, toegankelijk, betaalbaar openbaar vervoer. Zowel in stedelijk, maar ook in het landelijk gebied. Er komen wat ons betreft dus geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. En bestaande wegen worden niet verder uitgebreid. Andere partijen kiezen telkens weer voor het opofferen van natuur. En dat zijn korte termijn belangen. Asfalt, bedrijventerreinen en het opschalen van de veeindustrie. Dus wat ons betreft geen nieuw asfalt. We hebben een wildcard van PVV-lijsttrekker Mulder. Wat is de vraag, wat is de stelling? De N35 wordt het karrenspoor genoemd. En ik geloof direct dat GroenLinks en Partij voor de Dieren daar voortaan met karren en met getrokken door ossen overheen wil. Dat geloof ik allemaal best. En als je niet werkt, mag je er ook een dag of 6 over doen. Dus ook dat snap ik. Maar ik zou willen vragen aan de ChristenUnie. U heeft 4 jaar de mogelijkheid gehad. Durft u nu eindelijk eens hier plechtig te beloven dat als u weer in de coalitie gaat, dat u alles zult doen om binnen 4 jaar de N35 2x2 baans te maken? Heldere vraag aan de heer Westert. Komt die weg er nou? Volgens mij komt die weg er, maar die komt er niet in 1 keer. Die komt er bij stukje en beetje. We gaan het stuk bij Zwolle aanleggen. We hebben binnenkort Nijverdal voor een belangrijk stuk aangepakt. We zitten tussen Wier, Almelo en Nijverdal met ook een stuk aanpak. We zitten nog bij Mariënheem met een geweldig probleem. Dus als je naar die weg kijkt, dan hebben we daar nog een aantal forse problemen. Wat de provincie heeft gedaan, die heeft er inmiddels 100 miljoen in gestopt in een rijksweg. Wat wij dus zouden moeten doen, is zorgen dat we bij die landelijke overheid nu dat stapje extra teweeg brengen. Dus met u in het college komt die weg er. Als u straks gevraagd wordt om in het college mee te doen, komt die weg er niet? Dan komt die weg er niet, dat klopt. Mevrouw, Partij voor de Dieren, die weg komt er niet. Die weg komt er niet en ik vraag me dan ook af richting ChristenUnie. Kijk, je gaf het net ook al aan, er hangt ons een miljoenenclaim boven het hoofd vanuit Brussel, omdat we te veel fijnstof uitstoten in Nederland. Gelukkig zijn er nog niet veel van die knelpunten in Overijssel te vinden, maar wilt u dat dan in Overijssel ook? Nee, die knelpunten wil ik in Overijssel uiteraard ook niet. En die dingen die wij met elkaar oplossen in Overijssel, dat zijn essentiële knelpunten in een moderne samenleving. Daar moet je niet zeggen dat je nog steeds met een karrenspoor van Enschede naar Zwolle gaat. Daar moet je serieus op inzetten. En dan heb je ook een aantal problemen te tackelen. En daar zijn wij voor. Ik heb een wildcard van VVD-lijsttrekker Van Haaf. Ja, ik heb een vraag aan GroenLinks en Partij voor de Dieren. Ik hoor alleen maar niet meer asfalt. U wilt wel meer openbaar vervoer, ook meer bussen. Die rijden nu op de N35 vaak in de file. Betekent vaak optrekken, remmen, slecht voor het milieu, moet u toch beamen. Waarom dan niet meer asfalt om dat probleem op te lossen en ook goed openbaar vervoer via de bus te verzorgen? De weg is ook goed voor het openbaar vervoer. Nou, zou ik graag op willen reageren. Graag. Die files ontstaan niet als daar alleen maar bussen rijden. Die files ontstaan omdat er allemaal auto's rijden waar 1 persoon in zit. En die persoon zou prima met het openbaar vervoer kunnen. Ik zou ook even bezwaar willen maken tegen de beeldvorming karrenspoor. Het is gewoon een geasfalteerde weg, hoor mensen, waar je 80 op kan rijden. En als je wil, kan je zelfs nog wel wat harder. Dus het is geen karrenspoor. En in de spits, hoe stroomt het verkeer dan door? Sorry? In de spits.
Soms moet je dan wat langzamer, maar dat kan een mooi motief zijn om juist in die trein te gaan zitten. Wat wij zeggen is zorg voor een intercity-verbinding tussen Enschede en Zwolle, zodat mensen snel van Enschede naar Zwolle kunnen, zonder dat het ingewikkeld is. Maakt dat openbaar vervoer aantrekkelijker. Als ik nou het kadderspoor terugneem als begrip, ja, dan nemen jullie meer asfalt als begrip terug. Want dat is natuurlijk ook een dom beeld wat er voortdurend wordt geschetst. In een samenleving gaat het er niet om dat we alleen maar meer asfalt neer willen leggen. We willen serieus met elkaar een aantal knelpunten op de weg oplossen. En dat doen we op een goede manier, denk ik. Van twee banen naar vier banen is twee Dijk, keer zoveel van, asfalt. Van Dijk nog reageren op de opmerking van VVD-kant. Ook het openbaar vervoer gaat over die weg. Nou, we moeten inderdaad investeren in meer openbaar vervoer, zodat mensen ook de gelegenheid hebben om met het openbaar vervoer te gaan. Ik ben het ook volledig eens dat we moeten investeren in een intercityverbinding naar Twente. Dat lost een aantal verkeersproblemen op. Verder maar dat is ook zeker niet voor morgen. Dat zegt u? Dat is ook niet voor morgen. Oké, dat zal niet per morgen zijn, maar we moeten nu eindelijk daaraan beginnen. Want tot nu toe heeft het leggen, en ik blijf het toch zeggen, steeds weer een reep asfalt kost onze natuur. Iedere keer, iedere meter, weer worden bomen voor gekapt, moet de natuur het onderspit delven. En tot nu toe heeft al dat asfalt nog steeds niks opgelost. Het openbaar vervoer moet ook betaalbaar worden, want je moet bijna al een goede beurs hebben om nog met het openbaar vervoer te kunnen reizen. Ik ben bijna met de auto nog goedkoper naar Amsterdam, dus dat moet echt anders. En daarnaast moet ook de maximumsnelheid, zoals die nu toegestaan is, naar 130 km per uur. Ik vind dat de provincie moet zorgen dat er geen 130 km per uur moet worden gereden op haar gronden. Oké, helder. Het laatste woord voor meneer Westert. Ik constateer dat de spoorverdubbeling geen issue is. Wat zegt u? De spoorverdubbeling op zich is geen issue. Nee, de spoorverdubbeling, daar zijn we denk ik voor. Het is een lange termijn agenda en dat moet je nu op de agenda zetten. Oké, dank u wel. Oh. Ze stromen binnen de wildcards. Dank u wel. De heer Van Heijem, CDA. Ja, dank u wel. Ja, ik heb het nog eens even aangehoord, allemaal, althans een aantal partijen, mooie intenties over die N35. Maar de realiteit is natuurlijk wel, het schiet voor geen meter op. Het is een karspoor. Het Rijk heeft er volstrekt onvoldoende prioriteit voor. En de provincie betaalt absurde bedragen mee aan rijksinfrastructuur. Nou is het zo dat er morgenmiddag in de Tweede Kamer een motie in de stemming komt van de CDA Tweede Kamerfractie, waarin de ambitie wordt uitgesproken om die N35 op te waarderen tot een 2x2 autoweg. Inclusief het geld om op korte termijn ook met het Salland-tracé, het kruispunt Bos, aan de slag te gaan. Als wij nu vanavond met elkaar afspreken dat alle partijen hier hun fracties in de Tweede Kamer aansporen om met die motie in te stemmen, dan bereiken we vanavond resultaat. Ook VVD, ook PvdA. Schat in dat het een CDA-motie is. Schat in dat het een CDA-motie is. Ja, maar mede-ondertekenaars? Dat zou ik u niet helemaal zeker kunnen zeggen, maar het is een CDA-motie. En het is belangrijk om te lobbyen in Den Haag voor deze regionale infrastructuur, want het Rijk ziet de regio gewoon niet staan. Dus we moeten daar met elkaar keihard voor knokken. Ja. Ligt een CDA-motie? Ik denk niet dat de partijen die tegen de weg zijn in de Tweede Kamer anders gaan stemmen dan hier. Nee, dat kun je wel vanop aan. We hebben nog een wildcard bij dit onderwerp. Moment. Rob de Koe, lokale Overijssel. Ja, het is natuurlijk gewoon van eminent belang dat wij blijven investeren in goede verbindingen. Een N35 is een heel belangrijke verbinding. En zolang wij niet de kwaliteit van het openbaar vervoer zodanig hebben dat ik en iedereen in de zaal van in een half uur van de gemeente Rijssen naar de gemeente Zwolle kan komen, dan is er een probleem. En als ik op dit moment vanaf Almelo naar Zwolle moet, ben ik met een bus of met een trein anderhalf uur onderweg. Economisch volledig onacceptabel. Ik herken een strijdpunt in deze provincie. En ik ga iedereen even langs. Vooraanleg of tegenaanleg? Wij zijn voor. Ja of nee? Wij zijn tegen een verbreding van die weg. Tegen verbreding. U bent voor of tegen verbreding? Marsroute, 2x2 baans wat ons betreft. Ga ik naar de VVD? Ik ben benieuwd. Verbreding? Ja, zeker. Zo snel mogelijk. Dank u wel. D66? Nou, dat is eigenlijk de enige weg, ja of nee, waarvan D66 zegt dat die verbreed mag worden. Ja, dus. D66 is voor verbreding. PvdA? Jazeker. 50 plus? Voor.
En u hoeft niet te vragen, dat was wel duidelijk. Ja, ja. Oké, we hebben hier een duidelijk punt waar u uw stem op kan laten afwegen. Dank voor uw komst. Nu gaan we door naar het laatste stelling. En die gaat over tweedeling. En ik vraag daarvoor Eddy van Heijem naar voren, CDA-lijsttrekker. William van de Heuvel, SP-lijsttrekker. Fred Kerkhoff van 50PLUS en Edgar Mulder van de PVV. En de stelling luidt. Het Sociaal en Cultureel Planbureau maakt zich zorgen over een toenemende sociaal-economische en culturele tweedeling in Nederland. Ook de provincie heeft tot taak mensen gelijke kansen te bieden. En ik begin in de reacties bij de heer Van Heijen. Het CDA is het eens met deze stelling. Wij zijn verantwoordelijk voor regionaal economisch beleid. Dat doen we niet voor niks. Dat doen we om banen te creëren, werkgelegenheid, kansen voor iedereen. En wat het CDA betreft moeten ook de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een beperking, daarvan kunnen mee profiteren. Het woord is aan William van der Heuvel, SP. De SP is absoluut eens met deze stelling. Alle overheden, dus ook de provincie, moeten zich hiervoor inzetten. En dat is iets wat door alle beleidsterreinen heen loopt. Op ieder terrein moet je nadenken hoe richten we het zo in dat mensen zo goed mogelijk gelijke kansen krijgen. De heer Kerkhoff. Ook 50PLUS is het hiermee eens. Misschien op een andere schaal als wat anderen denken. Maar het grote verschil tussen oud en jong, het kunnen werken van oud en jong, is veel en veel te groot. Dat moet aan gewerkt worden. Tot slot, de heer Mulder, PVV. Ja, het is jammer dat het, als je het rapport gelezen had, het gaat niet over mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het is een sociaal-culturele verkenning. Ik ben het er niet mee eens, ik vind het een onzinnig rapport. Als je een rapport schrijft en je geeft als onderbouwing wederom rapporten van meneer Duivendak van GroenLinks, dan hoef je het rapport verder niet te lezen. Wij vinden juist dat, dat Nederland, dat de verschillen helemaal niet zo groot zijn. We hebben de mooiste en beste cultuur die er ooit, waar dan ook ter wereld geweest is. Mensen krijgen hier altijd een tweede kans. Iedereen kan zichzelf hier ontwikkelen. En ik vind niet nodig dat de provincie daar nog ook eens iets extra's in doet. Het gaat goed zoals het is. En als we het over een tweedeling hebben, de echte tweedeling is natuurlijk tussen Zwolle en Twente. En dat komt omdat dat karrespoor daar loopt. En dan zouden we een hele goede 2x2-baans en 35 moeten neerleggen, waardoor de tweedeling in de provincie wordt opgelost. En dat lijkt me de echte vraag voor deze discussie. Het is wel ontzettend jammer dat de heer Mulder zich er altijd zo van afmaakt, want er is hier wel een degelijk serieus probleem aan de orde. We hebben 44.000 werklozen in onze provincie, waarvan een groot deel, laat ik zeggen, laag geschoold is. Maar dat gaat het rapport niet over. Zeker wel, over het verschil in het opleidingsniveau wel. Nee, dat gaat er de niet mismatch over. Mismatch op de arbeidsmarkt in Overijssel is het grootste probleem waar we op dit moment tegenaan lopen. Dat komt doordat met name een grote groep jongeren te laag geschoold is, kiest voor vakken en beroepen waar geen vraag naar is. En we zullen dus ook jongeren veel meer moeten interesseren ook voor technische beroepen, technische opleidingen, om ook een maar met alle respect, het is natuurlijk een gospe. De CDA regeert deze provincie al sinds 100 jaar of zo. De werkloosheid die in Almelo 18% is, in Enschede 17%, is ontstaan door CDA-beleid. We hebben een jeugdwerkloosheid in Enschede die tegen de 50% aanloopt. Dat is net zo erg als in Zuid-Europa. Dat is gebeurd door CDA-beleid. En we hadden één mogelijkheid in deze provincie om banen te creëren voor de werklozen die er zijn, die passen bij het opleidingsniveau. En dat is toen het vliegveld te sprake kwam. En daarvan heeft u zwakke knieën gekregen door de ambtenaren in Brussel. En dat was de mogelijkheid om juist de werklozen die nu thuis in Enschede op de bank zitten aan het werk te krijgen. En wat doen ze daarvoor in plaats? Een of ander iconisch park waarmee ze mensen high potentials van D66 uit de Randstad nu, gaan hierheen halen. Nu de heer Van Heijen, jongens. De kans om even te reageren. Ik kom zo bij u en ik kom zo bij u terug. Meneer Van Heijen, even op de reactie. Ja, kijk, de heer Mulder kennen we inmiddels als iemand die als een soort hooligan door de provinciale politiek loopt. Een hele hoop commentaar heeft op het beleid wat wij voeren, waarmee we ook echt erin geslaagd zijn om extra banen te creëren. Ik noem maar even het voorbeeld, het keihard werken aan de verduurzaming van de woningvoorraad in Overijssel, waarmee we veel succesvoller zijn dan het Rijk, dan andere provincies, waarmee we 1100 banen in de bouw hebben kunnen behouden. Dat zijn allerlei voorstellen waar de PVV tegen stemt, keer op keer. Geen enkel serieus voorstel komt er ooit uit die club. Dus neem me even niet kwalijk. Het woord is nu aan de heer Kerkhoff. Die al... ja. En dan kom ik mee. Ik vind twee dingen heel erg jammer. De een baseert zich op een rapport, terwijl de vraag zich toespitst op ook de provincie heeft tot taak mensen gelijke kansen te bieden.
En de andere heeft het alleen over werken voor jongeren. Ik hoor niemand hier over ouderen. Ik heb net geroepen, er is een groot verschil tussen jong en oud. En dan praat ik over onder andere het verschil van WMO-gevallen in verschillende gemeentes. Ik vind dat de provincie daar een taak in heeft om daar wat aan te doen. Maar we hebben het ook over verschil van werkeloosheid met ouderen. De grootste groep werkelozen, en dat is de enige groep die omhoog gaat in werkeloosheid, de andere gaat allemaal naar beneden, is de groep van 45 jaar tot 75 jaar. En wij willen hier in dit land dat de mensen werken zo lang mogelijk, misschien wel tot hun 75ste jaar, geef ze dan ook die kansen. Ik ga nu voor een wildcard hier naar de ChristenUnie. Ja, ik hoor dit debat aan en dan denk ik bij mezelf van meer banen, meneer Mulder, daar roept u om en ondertussen doet hij er eigenlijk helemaal niks aan en houdt u die tweedeling in stand. En een samenleving kan het zich niet permitteren om langdurig mensen buiten het arbeidsproces te zetten. Dus wij hebben een zware inspanning te plegen om lager opgeleiden weer aan het werk te helpen en ze op te leiden en te ondersteunen. En als je dat niet doet, dan laat je onvrede bestaan, dan koester je het zelf en dat is mijn bezwaar tegen de PVV. U laat de tweedeling bestaan, meneer Mulder. Nou ja, nogmaals, de tweedeling is natuurlijk gecreëerd door het beleid van de afgelopen jaren. En daarvoor was niet de PVV verantwoordelijk. En daarbij komt dat we... Maar u ziet het ook niet als een provinciale taak om daaraan te werken. Nee, maar we hebben hele concrete, jawel, we hebben hele concrete voorstellen gedaan. De huidige coalitie, de coalitie van de oudere partijen, die willen dat er geld wordt geïnvesteerd om 20% meer duurzame energie te creëren. En wij hebben gezegd dat je dat geld moet inzetten om 20% meer werkgelegenheid te creëren. Stel dat neer als ambitie en dat doe je door de N35 te verbreden en belasting te verlagen. En op die manier zorg je daarvoor. Maar het is heel raar om midden in een crisis te gaan streven naar meer duurzame energie gebaseerd op de CO2-onzin van Al Gore. Die meer duurzame energie leidt tot lagere energierekening voor mensen, leidt tot banen in de bouw- en installatiesector. Maar laat ik één voorbeeld hier uit Deventer nemen. We hebben hier met provinciale steun gewerkt aan de Technicampus. Dat zijn mbo-opleidingen op het terrein van metaal, bouw, installatie. En dat leidt ertoe dat jongeren een betere aansluiting bij de arbeidsmarkt van morgen vinden. Wat doet de PVV in de tegenbegroting? Bezuinigt de hele Human Capital Agenda, dus de hele investering die wij als provincie doen in onderwijs, weg. Dat is het antwoord van de PVV. Geen cent in een betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Geen cent in de generatie van morgen. Meneer Van Heijem heeft het weer over de jongeren. En dat vind ik jammer. Hij had veel meer punten kunnen scoren als hij geroepen had dat hij ook graag die ouderen erin zou betrekken. Bijvoorbeeld in stage-leerplekken. Maar dat hoor ik hem niet op. Nou, maar kijk, als we de diepte ingaan, dan wil ik daar toch wel even op reageren. Want het gaat bij die scholingsprogramma's niet alleen om jongeren. Het gaat ook om mensen die werkloos raken en die een om- en bijscholingstraject nodig hebben naar een andere baan. Ook daar zijn die programma's nadrukkelijk wel voor bedoeld. Dus ik ga even naar meneer Van der Heuvel. Dank je wel. Meneer Van der Heuvel. Ja, als SP maken ons grote zorgen ook. Bijvoorbeeld in Enschede en Almelo is bijna 20% van de bevolking werkloos, zoals we weten. En wij denken dat de provincie wel degelijk een taak heeft om ook daar die werkloosheid te bestrijden. Een van de dingen die je zou kunnen, die mensen werken vooral in sociale wijken met achterstand. Als je bijvoorbeeld flink zou investeren in betere isolatie van die woningen en het opknappen van die woningen, daar hebben we een duurzaamheidsfonds voor. Dan bereik je en dat er meer werkgelegenheid komt in die wijken, maar ook dat die mensen minder lasten hebben, hè, waardoor hun koopkracht wat verbeterd, want vaak hebben die mensen ook een heel slechte koopkracht. Dus dat zijn gewoon maatregelen die de provincie kan nemen om de sociale problemen in die wijken, en daar wonen ook veel armen of veel ouderen in dat soort wijken, die daar ook profijt van hebben. Nou, iets meer van het pensioen over als ze minder energielast hebben. Dus op die manier kan de provincie bijdragen aan verkleining van de verschillen. Meneer Mulder, als u gevraagd wordt om zitting te nemen in het provinciaal bestuur. Als partij. Als partij. Daar is een wildcard. Dan vraag ik u, wat zou u als belangrijkste doel zien voor uw deelname aan het provinciaal bestuur? Maar ik ga eerst naar de wildcard, want die gaat altijd voor. Kun je daar even over nadenken? Dat is fijn. Een vraag van SGP. Dat weet toch niet in de club? Het Sociaal-Cultureel Planbureau geeft een signaal af voor Nederland. Ik denk dat we in Overijssel er relatief gunstiger uitspringen, maar we kunnen het niet negeren. Wij moeten oppassen dat we niet een situatie krijgen wat de Engelsen aanduiden tussen de haves en de have-nots. In een provincie waar naastenliefde, zo u wilt, naberschap zo hoog in het vaandel staat, kunnen we dat niet laten gebeuren. Wij moeten ook als politieke partijen, als straks de verkiezingen achter de rug zijn, de verbinding zoeken en het samen willen doen voor onze Overijsselse samenleving. Naastenliefde hoor ik. Meneer Mulder, in het provinciaal bestuur, wat gaat u als eerste doen? Er is slechts één doelstelling, zorgen dat de werkloosheid in Twente heel snel en heel drastisch verlaagd wordt. En hoe?
Dat doe je door de N35, dus de verbinding te verbeteren. Langzaam dringt het door. Je moet het soms een paar keer herhalen, maar langzaam dringt het ook tot het publiek door. En dat is weer winst voor vanavond. Maar het is de enige manier waarop je economie verbetert en waarop je meer banen krijgt. Dat is niet door die enge overheid maar kunstmatig maar een paar banen te laten maken. Nee, dat doen ondernemers. En ondernemers vestigen zich in een provincie of in een gebied waar de belastingen het laag zijn en waar de infrastructuur het best is. Daar hoort dus de N35 bij, maar ook een vliegveld. Ja. Het is allemaal niet zo moeilijk. Ja. Meneer, ik ga even naar meneer Van Heijem. Ik kom zo bij de wildcard. Oké. Dan laat ik deze vraag even zitten. Maar ik ga hem nog wel stellen. Een vraag van GroenLinks. Nou, ik zou wat willen zeggen. We zien een SP die wil de stages van het mbo niet ondersteunen, terwijl dat is de onderkant van de arbeidsmarkt. Een CDA die een rechtsbeleid voert, terwijl de achterban juist zo graag wil dat ze het sociale gezicht laten zien. We zien een 50-plus die mbo'ers levert verzorgende die zo nodig zijn voor die grote groep ouderen die eraan komt. En de PVV heeft blijkbaar Henk en Ingrid uit het oog verloren. GroenLinks maakt wel werk van die tweedeling. Wij ondersteunen stages in het mbo. Wij zijn voor goed openbaar vervoer, ook buiten de campagnetijd. De dag toen de nieuwe dienstregeling in gang ging, stonden wij hier actie te voeren. En wij zijn voor een zorgfonds voor mensen die de dupe worden van de bezuinigingen. Dank u wel. Voor een echt sociaal beleid moet je bij ons zijn. Dank u wel, dank u wel. Voor een echt sociaal beleid bij GroenLinks. Ik ga terug naar mijn vraag naar de heer Van Heijem. Hij voelde hem al aankomen. U weet nu wat de PVV wil als ze in de coalitie zouden komen. De kans dat u nog een partner nodig heeft is wel degelijk aanwezig. Ik heb u de vraag nog niet gesteld. Zou u met de PVV een coalitie aangaan? Ja, laat ik zeggen dat ik ja, ook een beetje moe word van de vraag. Nee, ik denk dat mensen in de zaal heel graag willen weten of u een Rutte 1. Ik ga beantwoorden. Want we hebben het hier over een partij die de provincie wil afschaffen. Die alles wat wij als college hebben gedaan bagger vindt. En dat voortdurend herhaalt. Die zelf voor geen enkel probleem een oplossing heeft. Dan moet ik serieus de vraag beantwoorden of ik daarmee wil samenwerken. Dus gaat nee. Niet gebeuren. Zegt u nee? Dit was een nee, denk ik. Heeft u het zo, mag ik aan de SP vragen, heeft u het als een nee verstaan? Heeft u het als een nee verstaan, waarvan hij? Ik heb dit wel als een nee verstaan. U hebt het als een nee verstaan. U ook? Ja, dat was een duidelijk nee. Oké, heel duidelijk, heel duidelijk. Dan geef ik u nog één keer het woord. Met name over de vraag, hoe voelt dat om zeg maar, zo met nee bestookt te worden? Nou, mensen in Overijssel kennen het CDA, dus die weten dat zo weer verandert na de verkiezingen. Dus het is geen nee, zegt u. Oké, toch nog een beetje mysterie aan het eind. Dank voor jullie deelname aan het debat. En dit was de laatste stelling. Ik hoop dat u er wat van opgestoken heeft, dat het u geholpen heeft om die keuze zo meteen te gaan maken. Ik geef het woord terug aan Alex voor de afsluiting van deze avond. Ik vond het in ieder geval genoegen om hier vanavond te zijn. Dank u wel. Paul Snijder, dames en heren. Hartelijk dank. We maken ons op voor de finale van deze avond. De jury wil ik vragen zich even terug te trekken op de gang. U lijsttrekkers, als u alle voor uw tafel wil gaan staan, gaan wij voor de uitsmijter. Ik loop u langs, ik stel u één onverwachte vraag. U mag hem in hooguit 3 zinnen beantwoorden. Daarna buigt u. U krijgt van ons een prachtige Deventer koekdoos. En u gaat af aan voor mij de linkerkant en voor de zaal rechterkant. Jeannette Duursma. Dank voor je bijdrage vanavond. Na het Deventers slotdebat ben ik enthousiast om die politiek in te gaan. Ik wil heel graag de komende 4 jaar het debat aan blijven gaan met deze 11 partijen en laten zien dat onze alternatieven de beste alternatieven zijn voor nu, maar ook voor de toekomst. Applaus voor Jeannette, dankjewel. Dirk van Dijk, ik was op 16 maart in Deventer en toen heb ik mij een gelukkig mens gevoeld met een zaal die zo betrokken is. En om hier met collega-lijsttrekkers het debat aan te gaan, ik heb ervan genoten. Dames en heren, applaus voor Dirk van Dijk, dankjewel. William van der Heuvel. In Deventer eten ze koek. In Overijssel? wat de mensen eten in Overijssel? We kijken terug op deze avond. Je hebt 2 uur op het podium gestaan. En de stelling is, in Deventer eten ze koek. In Overijssel? Daar eten ze ook koek, neem ik aan. Hè?
Dan wensen wij een fijne koekavond. William, hartelijk dank. Applaus. Lia van Dijk. Ik was op het toneel van de Deventer Schouwburg en toen... heb ik het idee gekregen dat de hele zaal op de Partij voor de Dieren gaat stemmen... omdat ze een diervriendelijker en ook een behoud van natuur niet willen dat er nog op wilde dieren wordt gejaagd... en een milieuvriendelijker Overijssel willen. Lia, dankjewel. Applaus. Rob de Koe. Deventer is eigenlijk het Midden-Oosten. Daarom... Als... Ik ben in ieder geval blij dat het Midden-Oosten van Overijssel dan is. En dan zie ik een geweldige toekomst voor Deventer in een stedendriehoek en in Overijssel. En wil ik samen met jullie werken aan de toekomst van Overijssel. Dames en heren, applaus voor Rob de Koe. Dankjewel. Monique van Haaf. Wij danken de gemeente Deventer voor deze ontvangst en gaan... Ga met dit mooie ontvangst verder in deze avond. Goede gesprekken gehad, duidelijke inzet op bereikbaarheid en werkgelegenheid. En gezien dat een aantal partijen heel goed bij de VVD-standpunten aansluiten, dat stemt mij heel optimistisch. Monique, dankjewel. Eddy van Heijen. We schreven vanavond geschiedenis in Deventer omdat... Ja, vanavond is de revolutie in Deventer begonnen. Die tekenen wij op in onze boeken. Dames en heren, applaus voor Eddy van Heijen. Dankjewel. Margreet Overheemin. Er luisteren momenteel duizenden Deventenaren en provinciegenoten mee. Ik wil ze graag de volgende boodschap geven. Pak je rol als een prachtige tussenliggend gebied tussen de Randstad en de rest van Europa. En zorg ervoor dat je een visie geeft aan Overijssel om die werkgelegenheid echt een... boost te gaan geven. Margreet, dankjewel. Applaus voor Margreet. Thijs. In Deventer stroomt de IJssel Overijssel binnen. Na vanavond zie ik de stroom de volgende kant op gaan. Stroomopwaarts als wij kiezen voor inzet op werkgelegenheid en het behoud van banen. Dames en heren, Thijs de Bree, dankjewel. Jan Mestert. Wanneer ik weer in Deventer ben, dan zeg ik... We gaan werken aan die Geert Grote Universiteit in Deventer. Dank u wel. Jan Westert, applaus. +50, Fred Kerkhoff. In het Deventer slotdebat heb ik geleerd dat... Dat 50+ nog veel en veel meer voor zichzelf op moet komen... en dat de stem van de ouderen nog veel meer moet worden gehoord. Dames en heren, applaus voor Fred. Edgar Mulder. Deventer, de nieuwe Hanzestad. Ik ga... hier prettig aan terugdenken, omdat duidelijk werd dat er een politieke meerderheid is voor een N35 die 2x2 baans is. En deze avond zal altijd herinnerd worden als het begin van iets dat iets moois opbloeide tussen de PVV en het CDA. Dames en heren, applaus voor Edgar Mulder. Dankjewel. En als het goed is, is de voorzitter en de hele jury aanwezig? Die zijn nog in groot debat. Jackie, kun je even kijken? Is de jury daar? Jongens, we zijn de jury kwijt. Nou, is niet zo moeilijk hoor. Ja, we zijn eruit. Kom maar via de hoofdingang. We staan al klaar. Dames en heren, uw applaus. Graag het woord aan Ivo, de voorzitter van de jury van Saxion. Ivo, aan jou het woord. Ja, dank u wel. Aan mij de grote eer om de winnaar bekend te maken vanavond van het verkiezingsdebat. Het was best wel dicht bij elkaar allemaal. We waren het op zich wel aardig eens. Alleen, er waren wel een aantal partijen die goed naar voren kwamen. Waar wij op hebben geselecteerd, ook van tevoren al op hebben gelet, is korte, heldere formulering. Pragmatische inval, gewoon duidelijk je standpunt naar voren laten komen, niet meer laten slepen door anderen. De reden dat wij voor deze persoon hebben gekozen en voor deze partij,
is dat deze persoon op een tactische manier gebruik heeft gemaakt van de wildcard. En die inval was ook welkom, vonden wij. Op een heldere manier heeft gepraat. En ook die pragmatische inval goed heeft gebruikt. Daarmee, ik zal jullie niet langer in spanning laten. Ik ben alleen de naam kwijt, dat is dan weer... Zelf zien, denk je overal aan, verwoord je alles goed en dan vergeet je de naam. Ja, dat is een beetje jammer. Maar goed, om met de spanning dus een beetje opgebouwd te hebben, ook voor mijzelf, is de winnares geworden, het is een vrouw, D66, Margreet Overmeen. Margreet, komt erbij. Alsjeblieft. Dames en heren, ik wil u hartelijk danken voor uw aanwezigheid. Ik roep u op om vandaag, morgen en ook nog overmorgen uw buren, uw overburen en iedereen die in uw omgeving is op te roepen om vooral te gaan stemmen. Omdat we onze stem vooral moeten laten horen, ook in deze provincie. Dank aan alle lijsttrekkers, dank aan Saxion. Gefeliciteerd, Margreet. En ik wens u nog een fijne avond in de foyer en graag tot de volgende keer. Hartelijk dank.